Goedenavond, dames en heren, en welkom bij deze openbare discussieavond met als thema het IMF-programma in Suriname, stabiliteit of niet. Mag ik u allen beleefd vragen om op te staan voor het zingen van het eerste en het tweede couplet van het volkslied. God zij met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werken houden in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. Opo kon remang un opo, stranang grong e kari un. Wan so peta ta kom opo, wi mu seti kon rebu. Strijdef strewi no sa frede, gado devi fesima. Eri libi tena dede, visa feti gisrana. Dank u wel, u mag weer plaatsnemen. Voor wij ons programma vervolgen, zal ik mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Raisa van Varsenveld en ik ben vanavond uw moderator samen met Randall Pinas. Ik richt een speciaal woord van welkom aan de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, Dr. Gregory Rusland, de partijgenoten, onze inleider, de heer Karel Eckhorst, en onze panelleden, mevrouw Rosita Sobi en de heer Silvano Chong Ahin. Zoals eerder is aangegeven is het thema van vanavond het IMF-programma in Suriname, stabiliteit of niet. En het is een veelbesproken onderwerp binnen onze samenleving, omdat de uitvoering van dit programma natuurlijk ook van invloed is op elke Surinamer. Voor de officiële opening wil ik nu uitnodigen de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, Dr. Gregory Rusland. Ik begin met het groeten van onze inleider van vanavond, de heer Karel Eckhorst, en de panelleden Silvano Changahin en de Rosita Sobi. Verder natuurlijk de overige structuren van de Nationale Partij Suriname. Maar ook in het bijzonder de mensen die vandaag hier gekomen zijn, zodat ze formeel nog lid zijn van de NPS. We hopen u binnenkort te moeten verwelkomen, te mogen verwelkomen. Ik vroeg net aan Cliff van waar is zo'n groen hemd. Maar goed, en ook in het bijzonder de mensen thuis. Dames en heren, ik denk dat het goed is en ik ga geen inleiding houden, geen gras voor de voeten van de inleiders wegmaaien. Maar ik denk dat het goed is om aan te geven dat vanuit de NPS reeds lang voor de verkiezingen van 2020 is aangegeven dat Suriname in grote problemen zit. Kortom, we kennen die situatie waarbij heel veel geld verdiend is. In de periode vooral 2011, 12, 13. Maar waarbij we uiteindelijk zien dat die regering die toen aan de macht was, het geld heeft opgebruikt in de zin dat ze op een niveau zijn gaan leven waar we zeggen dat wij dat niet hadden moeten doen. En ons natuurlijk hadden moeten aanpassen voor wat betreft onze levensstandaard, zoals we dat normaal zouden zeggen. Dit heeft tot gevolg gehad dat in 2015, direct na de verkiezingen, bekend werd gemaakt dat het land in een precaire situatie is. Money back ba. Wat er toen gebeurde is,
Om die standaard aan te houden, is men overgegaan tot enorme leningen. En ik kan me nog herinneren dat ik onder andere gesprekken heb gehad met mensen van Oppenheimer. Ik dacht in 2019, op hun verzoek. Waarbij we hebben aangegeven dat het geven van een additionele lening aan Suriname een groot probleem is. Want men wilde weten van, wat is uw gedachte? En natuurlijk was ik niet alleen, ik had een paar andere mensen gevraagd om bij te zijn. Wat is uw gedachte met betrekking tot de leningen? Gaan we ons geld terug kunnen krijgen? Zijn we gegarandeerd en dergelijke? En het antwoord was nee. Die garanties kunnen we niet geven. En men is toch overgegaan tot het geven van de leningen. Mensen, stabiliteit wordt hier genoemd. We weten dat die situatie ervoor heeft gezorgd dat Suriname in ieder geval instabiel was. Financieel, economisch. En we wisten van tevoren dat er maatregelen getroffen moeten worden. Elke economie die kapot gemaakt is, zal je maatregelen voor moeten treffen om het weer op spoor te krijgen. En ook tijdens onze campagne als NPS hebben wij de burgers in de verschillende buurten over het hele land aangegeven dat wij maatregelen zullen moeten treffen om die economie op spoor te krijgen, het land financieel, economisch weer aan de gang te krijgen en dergelijke. En dat het tijd zou kosten. In ieder geval, maatregelen zullen moeten worden genomen. En bij het aantreden van de nieuwe regering is het besluit genomen om in zee te gaan met het IMF. Dat is natuurlijk niet zomaar. We hadden een internationale organisatie op dat moment nodig om samen het traject uit te voeren welke Suriname zou moeten uitvoeren. En met of zonder IMF zouden wij een traject moeten uitvoeren. Maar, Koenremang, dames en heren, in het uitvoeren van een dergelijk traject hebben wij als NPS steeds aangegeven dat waarvoor gezorgd moet worden is dat tref die maatregelen, maar zorg op weg in het proces van herstel ervoor dat de minst draagkrachtigen in die samenleving niet vergeten worden. Want we hebben er niets aan dat na jaren die economie hersteld is en zoals we het vaak populair zeggen in de volksmond, dat we zien dat we los maar sneuvelen in dat proces. Dat wilden we niet hebben. Dames en heren, bij het uitvoeren van een IMF-programma of welk programma dan ook, zal het zo moeten zijn dat de leidinggevenden, in deze vooral de politieke leiding van het land, duidelijke signalen moet geven dat zij begaan is met het lot van het volk. Want als je dat niet doet, zal je mensen krijgen in die samenleving die natuurlijk niet mee willen gaan in het proces. Heel boos zijn in het proces. In ieder geval, wij merken vandaag de dag dat vele mensen die het moeilijk hebben, heel boos zijn, heel ontevreden zijn. En daarom is het zo dat onder andere, en zoals we hebben aangegeven de afgelopen dagen, wij het besluit van de regering om een 50% ondersteuning te geven aan de leiding van het land, dat het een fout besluit is geweest. Fout niet dat we zeggen dat men minder moet gaan verdienen, maar wanneer we in een proces van herstel zijn, moeten we ervoor zorgen dat de mensen aan die onderkant van die ladder, die dagelijks ook hier komen, die niet te eten hebben en dergelijke, dat ze niet het gevoel krijgen dat demos tijden beren. En dat jij als leidinggevende dat niet doet. Verkeerd signaal. Wij vinden dat u natuurlijk naar uzelf mag kijken, maar wacht op een moment wanneer u in staat bent om voor brede lagen van het volk maatregelen te treffen waardoor men een beter leven heeft in dit land. Dames en heren, we hopen dat met de inleiding van vanavond wij een stukje wijzer kunnen worden als NPS, maar ook als volk. Beter te begrijpen. En hopelijk dat de regering ook signalen kan krijgen om maatregelen te treffen op zodanige manier dat zij zich één voelen. Het signaal duidelijk is met het volk. Want in the end, if I no go boom, dat we allemaal op een probleem. Ook de rijken
Want het heeft nogmaals geen zin dat je heel veel geld hebt, dat je alles hebt, maar mensen in het land pinaren met alle gevolgen van dien voor onze samenleving. Ik wens u een hele genoeglijke avond, een leerrijke avond. En laten we samen natuurlijk de informatie tot ons nemen en onze bijdrage leveren tot een beter Suriname. Ik dank u voor dit moment. Dank u wel, voorzitter. De rest van ons programma ziet er als volgt uit. Over enkele ogenblikken zullen de inleider en de panelleden aan u worden aangekondigd. En zullen dan ook meteen hun bijdrage doen. Vervolgens hebben wij dan de discussieronde. En deze zal dan worden gevolgd door de formele afsluiting van ons programma. Dan wil ik nu uitnodigen mijn co-moderator Rendel Pinas. Dank je, Raisa. Onze inleider van vanavond is de macro-econoom die vooral ook bekend staat als de hoofdonderhandelaar van de Surinaamse regering met het IMF. Mag ik nu uitnodigen de inleider van vanavond, de heer Karel Eckhorst. Mag ik even alleen die PowerPoint aan? Ja. Ja. Ja, zullen we dat straks doen? Goedenavond, dames en heren. Allereerst wil ik u bedanken natuurlijk voor uw aanwezigheid en de gelegenheid aan mij geboden door de organisatie om met u vanavond te discussiëren over het IMF-programma. Dat al dan niet voor stabiliteit heeft gezorgd of zal zorgen. Het zou goed zijn, ik denk dat we eerst een context moeten bekijken. Een context waarin dit alles gebeurt.
Dus het zou goed zijn om vast te houden aan het begrip stabiliteit. Wanneer wij praten over stabiliteit in het kader van het IMF-programma. Dat we in feite praten over macro-economische stabiliteit. Welke je zou kunnen beschrijven als cruciale verbanden, samenhangen, verhoudingen, wisselwerkingen. Die in balans met elkaar horen te zijn. We mogen hierbij denken aan consumptievraag in de economie, consumptieaanbod, stabiele economische en productiegroei. Maar ook hetzelfde met geld- en kapitaalmarkt, waar we ook streven naar een balans. Maar vooral in onze context, evenwicht in staatsfinanciën, dus een balans tussen overheidsinkomsten en overheidsuitgaven. Houdt u deze vast, omdat deze straks de rode draad is in de presentatie. Maar wat ook van belang is in de context van Suriname, is een lage en stabiele inflatie. Kortom, stabiliteit suggereert geen schokgewezen ontwikkelingen met scherpe fluctuaties die moeilijk tot niet onder controle gebracht kunnen worden, met alle nare gevolgen van dien. Dus wanneer we praten over stabiliteit, en ik denk dat ik bij deze uitspraak al een deel van het antwoord heb gegeven, maar ik sluit hiermee niet de presentatie, maar ik geef u alleen maar aan waarop u moet letten, waaraan u moet vasthouden wanneer we praten over stabilisatie. Dat gezegd hebbende, moeten we de vraag stellen wat de oorzaak kan zijn van instabiliteit. Waarom herkennen wij steeds weer een bepaald patroon bij instabiliteit? Bij de beantwoording van deze vragen mogen wij nimmer de context uit het oog verliezen. Niks in de economie gebeurt geïsoleerd. Dus de aanpak en de oplossingen zullen ook niet geïsoleerd kunnen en mogen zijn. Dan wil ik even mijn licht werpen op de economische structuur. De structuur van de Surinaamse economie. Het is de bedoeling dat we vanavond ons geliefd Suriname als context zullen gebruiken over tijd. Dus kijken naar een stukje geschiedenis. Want we zitten nu in een lastig parket als economie, als natie. Maar de zaken die ons dagelijks bezighouden, die ons boos maken, die ons radeloos en moedeloos maken, zijn veelal de symptomen van dieperliggende oeroorzaken. Namelijk zaken die te maken hebben met de structuur van de Surinaamse economie. Ik zal met deze uitspraak waarschijnlijk veel van uw voorhoofd laten fronsen. Maar ik heb sterk de indruk dat toen wij als Surinamers dit land overnamen van de kolonisator, wij weinig hebben gedaan aan het herontwerpen van de structuur van die plantage-economie. En ik ga u zeggen waarom. Een herontwerp dat paste bij ons streven tot inclusieve ontwikkeling. Dus ontwikkeling voor ieder. En niet voor een kleine machtsgroep. En dan zullen velen zeggen, ja, maar je kan niet terugverwijzen naar een plantage-economie. Want toen hadden we crash crops, zoals koffie, cacao, suiker, katoen. Maar nu is dat niet meer het geval. Nu hebben we goud, olie, bauxiet en straks ook nog natural gas. Dat mag zo zijn. Maar dit is slechts het verwisselen van de producten geweest, maar niet de verandering van de onderliggende structuur. Want ook de nieuwe producten die we als economie voortbrengen, kunnen we grotendeels niet zonder significante buitenlandse inzet, zoals kennis, vaardigheden, kapitaal, etc. Kijken we in dit kader bijvoorbeeld naar een bedrijf als Suralco, dan heeft het decennia geduurd voordat noemenswaardige verbindingen tussen Suralco met de binnenlandse economie gemaakt konden worden. En dat op elk vlak. Laag geschoold, middelbaar geschoold, nog minder hooggeschoold kader. En mensen met sterke technische capaciteiten, die lagen niet voorhanden bij het ontstaan van de bauxietindustrie in Suriname in 1914. We hebben aan het begin van de jaren 2000... en ik mag me gelukkig prijzen dat ik erbij was, in het kader van toen oprichten van Business Forum, tientallen wetten en verordeningen in kaart gebracht, geïdentificeerd,
die niet of weinig bevorderlijk waren voor de ontwikkeling van binnenlandse inclusieve economische activiteit. Plat gezegd, ze hielden ontwikkeling tegen. Maar ze waren actief. Verordeningen uit 18 zoveel. Die eigenlijk paste in een structuur van 18 zoveel. Niet meer in een structuur van anno 2000. In een economie die zich wilde ontwikkelen op eigen kracht met betrokkenheid van een ieder. Die inclusieve economische ontwikkeling waarin elke Surinamer moet participeren en een bijdrage moet kunnen leveren, kon niet op basis van de oude plantage-economie structuur. Trouwens, die structuur diende een ander doel, Wingewest. Er is niet genoeg gedaan om die instituten te bouwen, zeker te versterken, voor een andersoortige structuur. Ik moet ook eerlijk, heel eerlijk erbij vermelden dat er pogingen zijn geweest om grootschalig, daar denken we aan de jaarplannen, dan wel kleinschaliger, de symptomen van die scheve structuur te onderdrukken. Door initiatieven tot productie van binnenlandse sectoren te komen. U mag ze allemaal noemen. De para-industries, al de SLOC's, noem maar op. Ze zijn nog steeds op papier actief bij de overheid. Een lijst van meer dan 100 bedrijven en stichtingen. Vele zijn mislukt. Anderen zijn nooit goed van de grond gekomen. En ik lijk misschien af te dwalen van de hoofdvraag, maar ik probeer u bij de hand te nemen richting de beantwoording van de subvragen over instabiliteit en daarna de hoofdvraag. Die scheve structuur heeft steeds de druk gelegd op die economie. Wel nu, het ontstaan van een smalle productie en daarmee smalle exportbasis ligt aan de basis van de enorme uitdagingen die wij decennia reeds aangaan. Met de nieuwe producten die nogal veel verdienen, ontstaat er een enorme afhankelijkheid aan mineralenhulpbronnen in deze mijnbouw. En die afhankelijkheid is genesteld en te zien in de structuur van de reële productie, de staatsfinanciën. En die staatsfinanciën, we kennen die met suboptimale herverdelingsmechanismen. De betalingsbalans en uiteindelijk ook in de financiële sector. Trouwens, als we kijken naar lange jaarreeksen aan data, dan ontstaat het vermoeden dat er een bepaalde conjunctuur zichtbaar is, welke sterk verbonden is met de ontwikkeling van mijnbouwgrondstoffenprijzen. Ik bedoel daarmee dat wanneer we kijken naar lange reeksen voor wat betreft overheidsinkomsten, maar ook lange reeksen voor wat betreft de productie, dan merken we dat als we die spiegelen tegen de conjunctuur en internationale prijzen, dat vrijwel die hele economie meegaat met die conjunctuur. En wat maakt hem dan nog gevaarlijker, is wanneer we beleid maken om sterker mee te gaan met die conjunctuur. Geen beleid dat de effecten van die conjunctuur een beetje afremmen. Maar we maken soms beleid dat sterker die conjunctuur pusht. En u weet wat er allemaal gebeurt wanneer die conjunctuur opgaand is. Dan vieren we feest. Ik heb een keertje een mooie grafiek gemaakt waarbij ik heb laten zien. En in het Engels rijmt het. Wanneer je boomprijzen heb, hoge prijzen van natuurlijke hulpbronnen, heb je niet alleen maar fiscal expansion, dus overheidsfinanciële expansie, maar ook physical expansion. We zien daar ook een boom in het aantal ambtenaren die door de overheid in dienst worden genomen. En het is natuurlijk, je zegt voilà wanneer je zo'n mooie grafiek ziet, maar het is typerend van wat allemaal met die economie is gebeurd de afgelopen 40, 50 jaar. We zien situaties zich afwikkelen. Na elke verkiezing van een politieke partij of combinatie met een bepaalde aanpak, dan is de structuur niet veranderd,
Maar de ene doet wat meer of minder, zodat die zwakheden sterker zichtbaar worden of zelfs verergeren. De andere doet het anders, misschien minder ambitieus, waardoor zaken niet of nauwelijks manifest worden. Waardoor er geen of nauwelijks instabiliteit ontstaat en bij de andere meer instabiliteit ontstaat. Let wel, op basis van dezelfde onveranderde economische structuur. Door deze ontwikkelingen zien we grote golfbewegingen steeds over zo'n 10 tot 15 jaar. Of we nou IMF hebben, of SAP hebben, of geen IMF hebben, of wel SAP hebben. We zien hem steeds weer elke 10 tot 15 jaar. Dit brengt ons naar de volgende slide. Ik ga even kijken naar... Nee, voorbij de headlines. Deze slide. Waarbij ik heb geprobeerd, en dit noemen we een quick and dirty method, omdat het niet echt een robuuste variabele is, per capita inkomen. Dat is het totaal nationaal inkomen in het land, deel je over iedereen in het land, dus mechanisch. Dus ook de pasgeboren baby of de persoon die een beetje oneerbiedig op sterven ligt. Dan zie je dat dit het inkomen is dat elke Surinamer gemiddeld zou hebben verdiend elk jaar. Vanaf 2005 tot 2020. En dit geeft de indicatie van hoe die economie zich in grote lijnen heeft ontwikkeld. Het nationaal inkomen. Het zegt niks over verdeling. Of verdeling nou evenwichtig of scheef. Of het is gewoon evenwichtig. Dat is wanneer ik in een helikopter zou vliegen en alle geld zou gooien. En iedereen zou rapen. Evenveel. Dat is wat u hier ziet. En u ziet hoe we heel langzaam, mijn oude baas Weiland, governor Telting, zei altijd, meneer Eckhorst, vertrouwen en economische ontwikkeling komt te voet, maar gaat te paard. En u ziet wat hij daarmee bedoelde. Het heeft ons bijkans 10 jaar heeft het geduurd voordat we redelijk... Voordat we bijna het niveau hadden bereikt van high middle-income, $10,000 per capita. En zoals de voorzitter daarnet aanhaalde, zagen we ook in deze periode, vooral de periode voor de piek, enorme inkomsten, vooral uit natuurlijke hulpbronnen, zagen we binnenkomen. En wanneer we praten over enorme inkomsten, dat zijn de schattingen om en bij 1,5 tot bijna 2 maal datgene dat we hebben gehad in 1975. Dus zo'n korte periode hebben verdiend. Het is natuurlijk jammer en het is een samenloop van omstandigheden dat we niet lang daarna terechtkomen in een neergaand conjunctuur. Het zal veel niet te maken hebben gehad alleen met beleid. Ook met wezen van de structuur, van de onderliggende structuur. Maar wat we niet hebben gedaan, is we hebben de verschillende safetykleppen niet ingebouwd om wanneer we die internationale downconjunctuur zouden meemaken, dat we in elk geval de kussens hadden om op te landen. Wat zachtjes op te landen. Dus we landen hard. We landen hard en het lijkt erop alsof we even weer kunnen kruipen en dan vallen we daar nou weer. Ik hoop alleen niet dat na 2020 het even lang zal duren voordat we weer dat niveau halen. Volgende slide. Dit is onderdeel van de context. Dus ik heb u een context gegeven waarbij ik de nadruk heb gelegd op economische structuur. En dat vooral de correcties in die structuur, die hebben we niet echt gepleegd. Waardoor we te maken hebben gehad met constant terugkerende klappen. Zo ziet de situatie eruit voor wat betreft de inflatie. Bij de wisselkoers, die kan je bijna
op de wisselkoers en de inflatie kan je bijna op elkaar of onder elkaar zetten. En je zal merken dat misschien met een kleine, een halve periode vertraging ze bijna samenlopen. Volgende slide. Voor wat betreft de staatsfinanciën. We zien ook de linker grafiek, wat het verloop is geweest. En we zien daar die knik in 2015, waar we het IMF hebben gevraagd naar een SBA. Een standby arrangement. Die knik daar in 2015. En dan gaan we verder, 3-4 jaar verder, en dan zien we een enorme val. En schrikt u niet, daar kwamen we begrotingstekorten tegen van rond bijna 20% van BBP. Ongekend. En natuurlijk zware klap voor de Surinaamse economie in 2019. Aan het eind van 2019. U zult vaker horen dat het IMF-rapport van oktober 2019 positief was. En nogmaals, u moet alles in context lezen. Want niet alleen het positieve staat, maar ook de risico's. En het erge ervan is dat de risico's zich gaan materialiseren na september 2019. En dan zult u zeggen, ja, maar het is maar een korte periode tussen september 2019 en mei, juni 2020. Maar het zijn enorme hiccups geweest die u dan hier ook ziet, in deze tabel, public debt. Daar ziet u die sprongen. Dat is schuld, het schuldengrafiek. Daar ziet u dan de sprongen in binnenlandse en buitenlandse schuld. Nogmaals, veelal om de klap die daar is ontstaan op te vangen, zoals eerder is gezegd. Maar dit is niet houdbaar. Dit is niet sustainable. Niet zo los je de effecten op van zo'n klap. Door ergens anders middelen financiering te zoeken die niet productief worden geïnvesteerd. Omdat ik ben de laatste die u zult horen zeggen dat ik tegen leningen ben. Absoluut niet. Het is een goede vorm van financiering. Het probleem is vaak, waarvoor worden die leningen ingezet? Indien de leningen worden ingezet om de terugverdiencapaciteit van die economie te vergroten, dat zult u me aan uw zijde vinden. Indien we die consumptief moeten inzetten, soms is er een nood, dan hebben we geen keus om even consumptief te lenen. Maar het zal niet structureel moeten gebeuren zoals wij dat hier zien. Structureel. En we moeten lessen hieruit leren. Het is geen natrap. U zult mij nooit horen praten over een regering of over een president. Dat is niet mijn stijl. Ik heb die behoefte ook niet. Maar waarop ik wel vaker wijs is dat we moeten leren. Wie dan ook. Of we nou medestanders of voorstanders zijn, of tegenstanders zijn. We moeten hieruit leren. Want we moeten er niet van uitgaan dat dit maar één keer gebeurt en het gebeurt nooit meer. Of dat wat we nu meemaken het ergste is dat we hebben meegemaakt. Het kan erger. Ik ga u straks ook laten zien dat het veel erger kan. Met olie en gas. Volgende slide. De vraag die vaak wordt gesteld, waarom IMF? Voordat ik dat aangeef, moet ik eerst vooropstellen dat u mij ook nooit zal horen zeggen dat het IMF het enige alternatief was. Ze scalen aan alternatieven. Maar wat je altijd doet, zoals de voorzitter dat daarnet zei, is dat je een kostenbatenanalyse maakt van elk alternatief. Wat gaat meer kosten en minder opbrengen? Of minder kosten en meer opbrengen? Al dat soort analyses maak je voordat je komt tot een besluit. En we hadden de mogelijkheid om zonder IMF verder te gaan. Niks wordt je opgelegd. We hadden de mogelijkheid zonder IMF voor te gaan. Maar dan ga ik u hier laten zien wat we allemaal tegenkwamen. Ik kwam erbij, ik werd gevraagd in, ik denk ergens september 2020, werd ik gebeld van
we hebben je nodig voor, om dit te bespreken. En het moment dat we de zaken onder ogen kregen. Trouwens, de overheidsfinanciële cijfers en de schuldcijfers tussen oktober 2019 en juni 2019 waren niet bekend. Waren niet zichtbaar. Wij hadden een vermoeden, omdat wij wat cijfers hadden gezien, hadden wij het vermoeden dat de crisis dieper lag dan wat we op dat moment dachten. Omdat we een IMF-rapport, ik ga dit even uittrekken hoor, ik zie niemand met een jas, dus ik ga ook. Ja, in die periode zagen we op een gegeven ogenblik dat de crisis wat dieper lag. Niet wat dieper lag, maar serieus dieper lag. Toen de overheidsfinanciële cijfers bekend werden en de schuldcijfers bekend werden. Je had een vermoeden, maar je wist het niet precies. En toen is nagedacht over wat te doen. Een van de cijfers die direct sprekend was, was een terugval in de Surinaamse economie die we in de afgelopen 40, 50 jaar nooit eerder hebben gezien. En dat was een 16% terugval in het BBP. In het nationaal inkomen. U moet zich voorstellen dat uw inkomen gewoon van de een op de andere dag met 16% terugvalt. En u moet daarmee verder leven. Wat we ook zagen, begrotingstekorten die het niveau bereikten van bijkans 20%. Dat zag u daar net al in die linkergrafiek. Bruto financieringsbehoefte, dat is begrotingstekort plus korte termijn leningen, dus aflossing van korte termijn leningen. Dat samen was tussen de 15% en 16%. Negatief, hè? De druk op de wisselkoers was groot. De officiële wisselkoers was SRD 7,5 voor 1 US dollar. Terwijl de vrije valutamarkt reeds koersen registreerde van tussen de 14 en de 16 SRD per US dollar. Bijkans 100% hoger. Slechts 14% tot 15% van de economie kon rekenen op die wisselkoers van 7,50. De rest, 86%, moest op de parallelmarkt voor die hogere koersen. 14 tot 16. De bruikbare internationale reserves waren teruggevallen na ongeveer 3 weken importdekking. Ideaal voor een vrij hoog gedollariseerd land. En ik zag cijfers vandaag van deposito-dollarisatie van 70% zoveel. Zou ideaal zijn zo'n 4 tot 6 maanden importdekking. De totale schuld bereikte het niveau van bijkans 150% van BBP, een van de hoogste in de wereld toen. Op elk, om het even te illustreren voor u, op elk 1000 SRDA inkomsten was er een schuldendruk van ongeveer 1500 SRD. Ik zeg niet een schuldverplichting, maar een schuldendruk. Commerciële schuldeisers eisten dat er een programma werd uitgevoerd die uiteindelijk de staatsfinanciën langzaam zouden stabiliseren en de schuld naar aanvaardbare proporties zou terugbrengen. Met structurele hervormingen zou de aanzet worden gegeven tot aanpassing van de economische structuur met versterking van het institutioneel kader. U zult straks bij de maatregelen zien die allemaal nog komen, dat het veelal maatregelen zijn die te maken hebben met institutionele versterking, institutionele verandering. De economie zou dus weerbaarder en verkrachtiger zijn tegen schokken. Binnen het kader van het IMF-programma zouden meerdere internationale financiële instellingen hun bijdrage leveren. IMF had vanaf het begin al aangegeven dat zij niet in staat was om volledig de financieringsbehoeften te kunnen dekken met een lening aan Suriname. Vanwege de positie van Suriname bij het IMF, u weet, Daar gaat het om stemrecht, om quotum. En een klein land met een aandeel, een stemaandeel van 0,04%. Je hebt niet veel toegang tot kapitaal. Dan nog hebben we ongeveer 365% van ons quotum gehad
in die lening. Het is ongeveer 690 miljoen US-dollars. Het programma dicteerde ook het raamwerk voor, waarbinnen de schuldherstructureringen zouden plaatsvinden. Het zou anders veel moeilijker zijn en ook veel kostbaarder om te komen tot schuldherstructurering en herschikking. Ik wil hierop de nadruk leggen, omdat ik daarnet zei, er waren alternatieven. We konden ook zonder IMF met Oppenheimer gaan praten. Ze zouden boos worden, ze zouden misschien weglopen, ze zouden misschien een gerechtelijke procedure starten vanwege het feit dat ze ons onbetrouwbaar zouden vinden. Maar het zou kunnen. Het zou alleen maar kostbaarder zijn. Wat ik bedoel met dat het IMF-programma het kader voor ons schetste, waarbinnen de schuldherstructurering moest plaatsvinden. We hebben zien dat bij een van de regels, ik praat over een financieringsbehoefte van rond de 15-16%. We hebben toen in de discussies met het IMF afgesproken van kijk, een belangrijk deel van die 15-16%, dat gat, kunnen we dichten met macrofiscale maatregelen. We gaan wat maatregelen treffen in de economie om, laat zeggen, een 9% van die 15% te dichten. Maar niet die volledige 15%. Anders maken we dit volk dood. Het essay waren discussies af en aan vanaf oktober 2020. We hadden een stevig team, onderhandelaars, maar ook rekenaars. Mensen die ervaring hebben met dealen met IMF. Die kwamen er ook vaker bij. Ex-governors, ex-ministers kwamen er vaker bij. Maar op een gegeven ogenblik moesten we komen tot een pakket dat ervoor moest zorg dragen dat in elk geval een deel van dat financieringsgat gedicht kon worden. We kwamen toen op 19 maatregelen die ongeveer 9% van dat financieringsgat van 15% zou kunnen dichten. En hebben we toen dat pakket aan IMF overhandigd en IMF zei toen van oké, hiermee kan gewerkt worden. Hier en daar kunnen we wat optoppingen doen of wat zaken anders herschikken, maar dit leek iets te zijn waarmee we zouden kunnen werken. En we zijn daarmee begonnen. Het probleem is geweest dat de vraag werd gesteld, en hoe doen we met de rest van het financieringsgat? Wij hebben toegezegd, kijk, verschillende spelers en actoren zijn debet geweest aan, zijn deel geweest van dat probleem. Dus laten we ze ook betrekken om deel te zijn van de oplossing. En één daarvan waren de schuldeisers. We hebben de schuldeisers benaderd en gevraagd van luister, we weten dat we je terug moeten betalen. We zijn nu niet in staat dat te doen. Kom ons tegemoet, laten we praten over schuldherstructurering, schuldherschikking. Waardoor er ruimte ontstaat op de begroting, er ruimte ontstaat om die 6% te dekken. Dat is toen afgesproken. En er is verder ook afgesproken, in de periode waarin wij onderhandelen over schuldherstructurering, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Omdat wij op dat moment niet in staat waren terug te betalen. Volgens dat oud aflossingsschema. In de toekomst zou dat kunnen, waarschijnlijk, maar op dat moment niet. En ik blijf steeds verwijzen naar dat moment, omdat ik u wil aangeven dat het altijd dat context belangrijk is. En waarom ik zeg dat context belangrijk is? Want dat moment gaat ook veranderen. Het blijft niet statisch. Het verandert. Naarmate de tijd voortschrijdt, zien wij ook lichtpunten en verbeteringen die wat ruimte creëren. En ook de schuldeisers zien dat. En zeggen van luister, maar je hebt nu wat ruimte, mogen we ook wat meer. En dat is waar de onderhandelingen back and forth de hele tijd hebben geduurd. En nog steeds gaande zijn met de schuldeiser. Dus nogmaals, die afspraak is gemaakt. En er is ook een afspraak gemaakt dat aan het eind, wanneer wij zo af en aan met maatregelen, met schuldherstructureringen toch een gat hebben. De afspraak is dat wat we noemen de burden of closure, dus sluiten van dat gat, leggen we bij de schuldeisers. Dus dat uiteindelijk iets moet gebeuren met de schuldeisers, bij de schuldeisers, om dat uiteindelijk gat te dichten. Volgende slide. Nog een keer. Dit is heel klein.
Dus ik ga u niet forceren mee. Ik kan hem niet klein, ik kan hem niet groter maken. Hij is. Anders zou ik hem moeten snijden, maar dan zou u de uitstaande jaren niet zien. Maar ik zal even vertellen wat allemaal hier te zien is. Dit zijn indicatoren waarnaar we kijken wanneer we willen praten over macro-stabiliteit of geen macro-stabiliteit. En u ziet de wisselkoers niet, omdat de wisselkoers wij die beschouwen als een uitkomst. En niet zozeer als een... niet volledig als een beleidsvariabele, tot op zekere hoogte wel. Maar voornamelijk als een uitkomst van een complex economisch, lang en complex economische proces. En dat ziet u hier. Maar wat u allemaal ziet is groei. Hoe gaat groei zich ontwikkelen? Wat denken we? Is een forecast, is een vooruitberekening in de toekomst? Hoe gaat economische groei eruit zien? Hoe gaat de inflatie eruit zien? Hoe gaan geldindicatoren eruit zien? En wat allemaal gedaan moet worden om dit beeld te materialiseren? Wat zijn de maatregelen die moeten worden getroffen om dit beeld te materialiseren? Ik moet ook vooropstellen dat geen van de berekeningen en de cijfers die u hier ziet, bij geen van deze berekeningen hebben we olie en gas meegenomen. Dit is baseline. Geen olie, geen gas, we rekenen onszelf niet rijk. Als dat mag komen over een paar jaar, dan is dat een gamechanger. Ook in de berekeningen van het IMF, geen olie, geen gas, zolang er geen final investment decision is. Volgende slide. U ziet dat vanaf 2022, zien we dat overschot op de betalingsbalans. Dat is de rekening waarop wordt vastgelegd handel en financieel kapitaalverkeer tussen Suriname en het buitenland. We zien dat vanaf 2022 overschot op de lopende rekening overslaat naar een tekort vanwege een snellere toename van importen. We hebben COVID gehad. De importen zijn tijdens COVID zwaar teruggevallen. Ook economische activiteit is zwaar teruggevallen. We hebben naar sectoren gekeken. En we hebben gezien dat bijvoorbeeld, ik noem één sector, bij toerisme bijvoorbeeld, hebben we een terugval gezien van 70%. Omdat toeristen niet kwamen naar Suriname. Vluchten kwamen nauwelijks naar Suriname. Dus je kreeg daar een enorme terugval. Andere sectoren vielen met 40% in economische activiteit. Maar na COVID zag je dan langzaam weer een bloei richting voor-COVID-se situaties. En ik wil de nadruk daarop leggen, omdat we, wanneer we die bloei en die groei interpreteren, we niet moeten praten over economische groei in de normale zin van het woord. Want u gaat veel mensen horen zeggen, ja, maar we zien economische groei van 2%. Het is eigenlijk een herstel naar een voor-COVID-se situatie, maar nog geen echte economische groei. Het is een correctie die daar plaatsvindt. Door een toename in het nominaal BBP zien wij ook een verdere afname van de schuldratio. De uiteindelijke doelratio waarnaar wij streven. Wij streven naar schuld 60% van BBP. We zitten nu nog even op 140% van BBP, nog steeds hoog. Dus daarom moet die herstructurering plaatsvinden, zodat dat omlaag gaat. En de bruikbare internationale reserves bij de CBVS nemen toe. En dus ook de dekking van de waarde van de Surinaamse munt. Volgende slide. We zien een ontsporing van de overheidsfinanciën aan het na eerste kwartaal van 2022. We zien plotseling overheidsuitgaven sneller groeien dan wat we hadden gedacht. We zien effecten van importinflatie langzaam maar zeker werden die merkbaar in de staatsfinanciën. Het zijn verschillende factoren natuurlijk. We kunnen de externe factoren noemen, maar we mogen niet uit het oog verliezen de interne factoren. Het is vaak zo dat die schok misschien extern is, maar als die inflatie in het systeem blijft voor een langere tijd, dan ligt dat vaak aan binnenlandse... Thank you. Dan ligt dat vaak aan binnenlandse oorzaken.
Te veel geld in omloop, geldcreatie is niet meer in lijn met economische groei. En dat zien we. Lonen en salarissen en subsidies stijgen significant als gevolg van groter dan afgesproken koopkrachtcorrecties. Subsidies op brandstof en elektriciteit worden geïntensiveerd. Volgende slide. We lopen een aantal targets mis in het voorjaar van 2022. En het mislopen van die targets heeft veelal te maken met het feit dat we hetzelfde programma wilden uitvoeren in een veranderde omgeving. Dan zal je de targets die vastgesteld zijn in een programma, waarin niet is meegenomen Oekraïne, waarin niet is meegenomen enorme geldgroei, waarin niet is meegenomen enorme subsidies, noem maar op, salarisverhogingen, dan zullen we die ontsporing krijgen. Ja. Volgende slide. Er werd daarnet ook gesproken over een sociaal vangnet, dat heel erg belangrijk is bij zulke programma's. We weten dat zulke programma's gewenst en gewild is. Wanneer je echt in nood zit, grijp je naar een IMF-programma. Maar zelf, ik zou dat niet adviseren als dat niet hoeft. Maar we weten dat er zware klappen komen. En die klappen worden het meest gevoeld door degenen die al voor een IMF-programma in een zwak huishouden of in een zwakke positie zat. Dus een sociaal vangnet in het programma, omdat toen het programma begon er geen ander sociaal bestaand sociaal programma was. Dus het IMF zei, ik identificeer dan de vier conventionele instrumenten van sociale zaken, AOV, AKB, financiële ondersteuning van zwakke huishoudens, financiële ondersteuning van mensen met een beperking. Die vier zitten in het programma. En vanaf het begin heeft het IMF gezegd, luister, voor die programma's stellen we een floor vast, een vloer. U mag niet minder dan dat uitgeven. Meer mag, maar niet minder dan dat. En het heeft ons een paar maanden geduurd, een paar maanden gekost om die target te halen. Want we scoorden constant onder die target. De middelen waren er ter beschikking, maar vanwege andere complicaties konden niet gebracht worden naar de mensen. Dus we haalden de targets niet. Uiteindelijk is dat wel gebeurd, midden 2022. En die floor is 2% van BBP. Vorig jaar was 2% van BBP ongeveer 1,4 miljard SRD. Dit jaar is die 2,4 miljard SRD. Dat via deze programma's ter beschikking gesteld moet worden aan de mensen die voorkomen in de vier instrumenten. Er is een uitgebreide programma gevraagd. De regering heeft gezegd, luister, dit IMF-programma is een beetje zwaar, een beetje temporiseren. We willen wat meer ruimte. Thank you. We willen wat meer ruimte voor sociale programma's, noem maar op. Die ruimte is gevonden in buffer die moest worden aangehouden voor schuldaflossing. Daarin is geknipt. En uit die buffer is ongeveer 3 tot 4 miljard SRD ter beschikking gesteld voor additionele sociale programma's. De 1800 SRD waarover gesproken wordt zit daarin. Maar ook de 2500 SRD die geen sociaal programma is, maar koopkrachtversterking voor lonen en salarissen. Dat zit ook daarin. En je ziet hier die onderverdeling. Volgende slide. Oh, je had het nog over andere verhogingen? Hopelijk zitten die ook in de begroting. Denken van wel. Anders zouden we het hebben gemerkt. Of misschien merken we het nog. Maar als die zijn geweest, zouden ze in de begroting moeten zitten. Anders hebben we een probleem. Uitdagingen. Er zijn risico's. We hebben de eerste stappen gezet tot stabiliteit. We hebben de eerste stappen gezet tot het hervormen, het veranderen van die scheve structuur. Maar we zijn er nog lang niet. En in elke hoek schuilt er gevaar. En het zou nog een avond kosten om al die gevaren en al die risico's op te sommen.
Maar we dienen met de vinger op de pols voor te gaan. De gevaren zijn er. En de gevaren worden natuurlijk groter naarmate we de verkiezingen naderen en naarmate de druk en de behoeftes toenemen. We moeten dit programma... ik moet afronden, lees ik. We gaan afronden, we hebben niet zoveel slides meer. Volgende slide. Nee, volgende. Dit zijn de zaken die we voor de komende review in september rond moeten krijgen. Het zijn veelal institutionele zaken, zaken die te maken hebben met... Eén hebben we al gehaald, de eerste hebben we al gehaald. De overheid moest een geüpdate lijst samenstellen van alle overheidsentiteiten. Dus alle overheidsentiteiten in kaart brengen. Omdat dit gevolgd gaat worden. We gaan natuurlijk richting herstructureren van staatsondernemingen. Dus vandaar dat die lijst geproduceerd moest worden. Ook bij sociale zaken moet er een plan gemaakt worden. Er moet een survey komen om na te gaan of de instrumenten van sociale zaken effectief zijn. En als ze niet effectief zijn, wat moet aan ze gebeuren om ze effectiever te maken? De geamendeerde BTW-wet moet worden aangenomen. Het is geen prior action, maar het is wel een, wat we noemen een structural benchmark. En zo zijn er nog een paar van deze meer institutionele zaken die gedaan moeten worden de komende tijd. U ziet geen maatregelen die te maken hebben met kostprijsverhoging. Ik zeg niet dat die er niet zijn, maar dit zijn de belangrijkste structural benchmarks die moeten worden gehaald. We kunnen afsluiten. Volgende. Ik zal niet ingaan op de prestatieindicatoren. Tijdens de vragenronde kunnen we daarover praten. En dat was hem. Vragen. U bent weer aan het woord? Alsjeblieft. Dank u wel, meneer Ekos, voor uw enorme bijdrage. Ik dank u. Mag ik nu aankondigen ons eerste panelist van vanavond, mevrouw Rosita Sobi. Ook goedenavond van mijn kant en hartelijk dank dat ik ook mijn inzichten mag presenteren. Inderdaad, ik dacht, laat mij dan de andere kant van het verhaal belichten. U heeft vandaag het economisch verhaal al gehoord van de heer Ekkors, heel uitgebreid. Maar ik denk dat het ook goed is, omdat u vooral dat geklaag hoort in de samenleving. Waarom klagen de mensen? En u hoorde de voorzitter al in zijn opening speech aangeven van... We weten dat er heel zware maatregelen getroffen moesten worden. Het IMF-programma was eigenlijk bijna onvermijdelijk. Maar along the way moesten we ook nadenken over wat voor sociaal programma om in elk geval de meest kwetsbare groepen. En precies daarin zit het eigenlijk het verenigen dat we denken dat het samen moest en along the way moest. Het moest vooraf denken over hoe we, wanneer we met een IMF-programma starten, dat we daarna gaan kijken hoe we de klappen kunnen opvangen, dat zijn we al veel te laat. Want dat heeft u gemerkt ook in het eerste gedeelte. Mensen vertalen een IMF-programma ook gelijk met, we krijgen geld en het zal beter gaan. Het wordt ook trouwens, in het beginjaar, het zal wel enthousiasme zijn. U mag naar de eerste slide. Het mag enthousiasme zijn van eerst een herstelprogramma, binnen 2 jaar, dus binnen 5 jaar is die hele economie al op orde en lopen zaken, terwijl u heel duidelijk hoort, er zijn een aantal problemen die institutioneel van jaren en decennia er zijn, maar daarnaast nog vanaf 2015 heel sterk een aantal zaken zijn verslechterd. Nou, als we denken dat we dat soort zaken macro-economisch in 2 jaren, in 1,5 jaar in place zullen hebben, dan denk ik dat we ook heel erg hoge eisen en verwachtingen stellen. En dat merk je dan gelijk ook
wanneer zo'n programma begint en de eerste maatregelen beginnen, dat je bijna een rem moet hebben van even stoppen, want we kunnen het niet dragen. En vandaag de dag, ik heb even naar het laatste rapport gekeken van IMF, is dus de constatering. De overheid is weer on track om met het IMF-programma, zeg maar, de doelstellingen die er waren, die te treffen. Maar mind you, een IMF-programma, en u heeft het continu gehoord vanavond, is stabiliseren van die economie. Stabiliseren de macro-economische cijfers weer goed te krijgen. En dan zie je dat er ook nog wordt gezegd, while expanding, zeg maar, de social assistance program. Zodat we dan. Dat is een bijkomstigheid eigenlijk. IMF-programma's zijn er niet om aan armoedebestrijding te doen. We hopen dat wanneer die hele economie gezond is, dat iedereen ervan benefit. Maar hoe waarborgen wij dan als regeringsleiders, als actoren, welke structuur, welke stakeholder, welke rol u ook heeft, dat dat wel op de agenda komt. Als onderdeel van een IMF-programma, geen onderdeel van een IMF-programma, als een beleidsprogramma. En daarover denk ik dat onvoldoende is nagedacht. Wat u ziet, dat zijn de constateringen uit het IMF-rapport. Ik dacht, laat me ook de pagina's voor u verwijzen, kunt u thuis nog even nalezen. Er wordt gezegd dat vanwege die hoge prijsstijgingen van met name voeding en alle brandstofprijzen, je enorme sociale en politieke druk krijgt. En die heeft dan geleid dat de overheid royale loonsverhogingen, en zo staat het, ik heb de Engelse versie daar, generous, ik dacht laat me generous maar met royaal. Ik denk dat IMF zeer waarschijnlijk dat wat de vorige week is aangekondigd ook heeft meegenomen en misschien dat zo'n term komt. Maar goed, er wordt gesteld dat er royale verhogingen, loonsverhogingen zijn gegeven en ook brandstofsubsidies die niet een bepaalde doel, zeg maar, het was untargeted. Dat zijn de constateringen die worden gemaakt. Maar in elk geval zegt men dan wel, de vertragingen in de hervormingen, et cetera, zijn wel weer op place. De centrale bank heeft weer naar doelstellingen die ze moeten behalen. En ook de fiscale, de tekorten die er zijn, worden dan weer aangepakt. Punt is wel dat je een aantal constateringen ziet. De volgende slide. En eigenlijk zie je ongeveer dat dit het rapport van Suriname is wat we krijgen als een beetje een rapport, een uitslag van wat is er tot nu toe gebeurd. Die rode stippen zijn dingen die we nog niet hebben behaald. Maar hoe gaan we dan verder? Want dat staat er ook bij op de volgende slide. En inderdaad worden er een aantal maatregelen. Meneer Eckhorst is er wat, hij is er niet op kunnen ingaan. Maar u ziet dat er een aantal maatregelen op komst zijn. Ik heb het niet genomen, want ik dacht dat hij het zou behandelen. Maar in elk geval moeten dit een loonmatiging, brandstofsubsidie, die zitten er allemaal, dacht ik, nog in. Of het kan een fout zijn in het rapport. Dus ik hoop dat er daarover duidelijkheid komt. Maar tegelijkertijd wordt er wel aangegeven dat er heel veel, dat er nogal cashtransfers zullen zijn naar de arme huishoudens om dat te dekken. En inderdaad dat we gaan van een 2% GDP naar die 3%, dus een stukje meer. En dan heb je weer van, maar hoe bereik je werkelijk dat de grote klappen die er komen, eigenlijk dat het ook terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Want dat blijkt steeds het probleem te zijn. Zeer waarschijnlijk komt er inderdaad heel veel geld of voldoende geld om een programma uit te rollen. Maar als je niet goed identificeert wie de mensen zijn, wie er recht op hebben, dan kies je in principe als dit de groep zou moeten zijn die, zeg maar, behoren tot de meest kwetsbare groep en je neemt deze hele groep aan pakketten uit te delen en noem maar op, dan verdelen we verkeerd en dan komt het niet goed aan. En dat is wel vaak het geval. De volgende. Dus ik dacht, laat me ook wel aangeven van, voordat je met zo'n project start, een IMF-project, zodat zo rigoureus is meestal, ga ook na hoe die samenleving eruit ziet. En een van de belangrijke dingen, daar heb ik dus het huishoudbudgetonderzoek voor genomen. Intussen zal de situatie nog veel meer zijn dan wat je hier ziet. Maar nagenoeg 80% van alles wat we uitgeven, dat betekent dus wat je verdient, gaat aan minimaal je voeding, transportkosten en nutsvoorzieningen. Dat is één ding dat heel belangrijk is. Nou, als je nou net...
Als je dus verder kijkt, als ik de hele samenleving zeg maar zou rangschikken naar de mensen die de minste uitgaven, dus het minst kopen, minst geld hebben om uit te geven naar het hoogst. Dus de, en ik verdeel ze in groepen van 20, want dat zijn elk van die balkjes. Dan zie je dat de onderste 40%, bijna 60% van al hun inkomen, hun consumptieve bestedingen, gaat alleen naar voeding. En als je die twee anderen erbij telt, en intussen is het bijna dat 100% van je inkomen gaat aan voeding. Dus het is stelselmatig veranderd. En verslechterd eigenlijk. We geven veel meer uit, terwijl je eigenlijk een goede balans zou zijn. Op zijn minst. Maar dat is niet eerlijk, maar goed. Ik ben nauwelijks begonnen, maar goed. Ongeveer dus 80-90% gaat al aan voeding. En dan krijg je nog die nutsvoorzieningen. En dan krijg je dan de volgende. Dat je inderdaad, wanneer je dan die armoedecijfers uitrekent, die hoge inflatie ziet, dat je het probleem krijgt dat juist in die IMF-programma, en het IMF-programma zit, die nutsvoorzieningen moeten eruit, die subsidie daarop moet eruit, bij transport moet juist dat eruit. Als je kijkt naar de inflatiecijfers en je verdeelt hem naar de groepen, zijn voeding, nutsvoorzieningen door de jaren heen, als vanaf 2016 zou bekijken, daar heb je de hoogste prijsverhogingen gehad ten opzichte van alle andere categorieën. Nou, wat doe je dan als je dan in dit soort maatregelen juist in je IMF-programma zet om dat te, zeg maar, te verbeteren? Dan zijn we eigenlijk wel bezig misschien een economie gezond te maken, maar een heel grote groep te duwen naar onder die armoedelijn. En dat ziet u dus ook aan de cijfers. Als u misschien die tweede regel onderin volgt, dan kunt u dus zien voor een gezin van twee vanuit 2016 naar 2022. Dan had je dus waar je als gezin van voor een gezin van twee volwassenen, twee kinderen, 1200 nodig had, rond 2016, heb je nu 12.000 nodig. En dan nog een bestaansminimum. Dus dat is een karig loon die je zo nodig zou hebben om je gezin van de minimale zaken te voorzien. En dan kan je ook gaan analyseren, maar hoe komt het dan dat je zo'n grote jump hebt? Dus COVID zit erbij, zeg maar, tussen 2020, 2021. Maar wat zeg je dan van 2021 naar 2022, waar je zo'n grote sprong toch wel ziet? Dat het gaat van 7.000 naar 12.000. Dus hoe vertalen we zelf onze eigen cijfers? Wat is er toch misgegaan dat we niet hebben kunnen capturen? En dat toch wel de kosten voor levensonderhoud zo hoog zijn geworden? Volgende slide. Wat betekent het dus? Ik vond het ook goed dat de voorzitter inderdaad aanhaalt dat we niet de economie moeten krijgen waar je die rijken hebt die denken dat inderdaad dat ze veel meer hebben. Want uiteindelijk kom je terug in een economie waar je een heleboel contradicties terugvindt. We willen een IMF-programma, we draaien een IMF-programma, we denken dat we stabiliseren, maar uiteindelijk krijg je veel meer onrust. De hele wisselkoers vanwege die onrust loopt dan nog meer vertraging op. Dus je kan het sociale beleid niet weghalen, niet wegdenken wanneer je economische hervormingen wil plegen. Als we zeggen dat we instituten willen versterken, stel we aan de vooravond en hoeveel capaciteit hebben we die we werkelijk kunnen inzetten om welk instituut te versterken. Mensen trekken weg. De groep drop-outs wordt groter. Dus waar gaan we met onze duurzame maatregelen? Die blijven uit. De basic needs van mensen kunnen geen onderdeel zijn van een IMF-programma. Dat moet je uitonderhandelen, yes. En daarom dus ook, ga dus ook van het profiel van die armen uit. Waar zie je de meeste problemen? Dat zijn die eenoudergezinnen. Dat zijn de gezinnen die groter zijn. Het kan nooit zijn dat je een gap maakt voor mensen die subsidie moeten kunnen krijgen, vrijgesteld als ze 200 kilowattuur gebruiken. Arme gezinnen zijn grote gezinnen, gebruiken niet een 200 kilowattuur, zitten altijd er hoger. Dus je moet ook die patronen en de kenmerken van arme huishoudens goed kunnen inschatten. En ik denk dat dat onvoldoende gebeurt. Dus ik denk dat we ook het sociale gezicht moeten meenemen. Dat was mijn bijdrage. Dank u wel, mevrouw Rosita, voor uw bijdrage. Ik dank u. Mag ik nu aankondigen ons tweede panelist van vanavond, de heer Silvano Tjongain. Ja, dank u wel en goedenavond iedereen.
Ik heb systematisch mijn presentatie zitten snijden en snijden en snijden. Maar goed, het is... laat me zeggen, voor bij de bekendmaking van deze lezing heeft iemand van een gebedgroep van deze partij me een voice note gestuurd en gevraagd dat we het simpel houden. Omdat die mevrouw vond dat die economen altijd moeilijk praten met grafieken die niemand begrijpt en meer dan 99% van deze bevolking snapt het niet. Ik ga dus proberen om heel simpel een aantal zaken mijn mening te geven over wat er is gepresenteerd. Maar ik ga ook aan de voorzitter vragen om een presentatie te maken, economie voor normale mensen, zodat de economen die zaken die zijn gepresenteerd in simpel. En ik meen het echt, ik denk dat het heel erg dat het nodig is dat we dat doen, want vele mensen snappen die moeilijke terminologie niet, vele mensen snappen de verbanden niet. Ik zou dus op verzoek van die mevrouw praten over waarom IMF, maar dat is al gebeurd. Ik zal een volgende keer proberen om het simpel uit te leggen. Ik wil me licht doen schijnen op wat mijn mening is over de uitvoering. Ik denk dat het goed is om na te gaan wat we in de afgelopen jaren hebben gedaan met betrekking tot het aanpassingsprogramma van het IMF. Ik wil beginnen met het niet eens te zijn met meneer Eckhorst, dat hij zei dat we geen keuze hadden, dat we andere keuzes hadden in plaats van naar het IMF te gaan. Het is natuurlijk hoe je het bekijkt. Ik denk dat er daadwerkelijk geen andere keuze was. Maar ik denk ook dat juist gelekt op die conjuncturele ontwikkeling die hij heeft gepresenteerd, dat het juist goed is dat wij eens de durf hebben om zaken daadwerkelijk te hervormen. Die begroting van ons is verziekt geweest. Tot nu toe eigenlijk. Je kan niet een begroting hebben waarbij je belastinginkomsten evenveel zijn als je lonen, je aflossingen en je subsidies. En that's it. En je kan niks meer doen. Een overheid zonder middelen om te ontwikkelen is geen overheid. Je bent leidend voorwerp en anderen gaan die economie voor je bepalen. Vandaar dus dat ik verzoek om het oneens te zijn met de inleider. Ik denk dat op dat moment die regering geen andere keuze had. Voor wat betreft de uitvoering heb ik een paar kanttekeningen. Ik denk dat die regering is begonnen met een zeer ambitieuze agenda. De euforie van de overwinning die heeft de bovenhand genomen. We hebben gehad het regeerakkoord waarin allerlei geweldige wenselijkheden in zaten. Het herstelprogramma. We hebben gehad het IMF-programma. We hebben gehad het MOP met jaarplannen. We hebben gehad de overige sectorale plannen. Elk ministerie had zijn sectoraal plan. Maar we hebben ook zaken gehad als diaspora-beleid en een lijst van hele grote ambitieuze projecten die zouden worden uitgevoerd. Die ambitie begrijp ik. Maar ik geef toe dat er te weinig rekening is gehouden met de absolute beperkte uitvoeringscapaciteit van de overheid. Dat is een van de zaken die we absoluut niet moeten onderschatten. De uitvoeringscapaciteit van die overheid is behoorlijk uitgehold. De prestaties die schieten tekort. En er is weinig rekening gehouden bij het uitvoeren van het aanpassingsprogramma met kettingreacties. Als je subsidies stopt op benzine, krijg je de bushouders op je dak en dan krijg je boothouders op je dak. Dat zijn allemaal kettingreacties waar onvoldoende rekening mee is gehouden. Ik moet toch wel zeggen, kijk, er is hier ook een opmerking gemaakt over het sociaal programma. En ik denk dat daadwerkelijk, voordat je aanpassingsprogramma uitvoert, dat je goed rekening moet houden met de mogelijke sociale effecten. Maar ook daar zeg ik, en ik zoek geen excuses voor de regering, maar ook daar zeg ik, gegeven de omstandigheden toen, als je geen keuze hebt, heb je ook geen tijd. Er was weinig tijd voor voorbereiding. Ik denk dat nogmaals de ambitie vrij hoog was. Niet alleen voor wat betreft sociale maatregelen zou je voorbereidingen moeten treffen, maar ook voor wat betreft het institutioneel kader waarmee je het aanpassingsprogramma te lijf gaat. Als je geen capaciteit hebt, dan wordt het een gigantische uitdaging. Want laten we die
20 pagina's van het IMF absoluut niet onderschatten. Sommige van ons die hier zitten, we weten het wel. Het zijn 20 pagina's aan gepeperde maatregelen. Soms die niet eens direct zichtbaar zijn. Wanneer we kijken naar het sociaal programma. Er is al iets daarover gezegd. Het sociaal programma zoals die wordt uitgevoerd, het bereikt te weinig mensen. Ik denk zelf dat het sociaal programma moet worden uitgebreid, wat diepgaander moet geschieden. Wat we nu zien is eigenlijk een actualisering van de bestanden die er al waren. Dus het sociaal systeem dat al bestond en de bedragen zijn opgehoogd. Nou, het sociaal systeem dat we hadden was inadequaat en het is nu nog inadequaat. Het bereikt een aantal mensen en een paar mensen zijn blij. Maar we moeten er rekening mee houden. Wanneer je een aanpassingsprogramma uitvoert, creëer je arme mensen. Je creëert armoede. Dat weet iedereen. Dat weet je vooraf dat een paar mensen het gelag zullen betalen. Want de inkomsten zullen reëel achteruit gaan. Die mevrouw die afdelingshoofd is van een afdeling bij een ministerie die een huishuur betaalde van $150, kan het na de devaluatie niet meer. Die is in armoede gevallen. En als je die persoon zat niet in het bestand van sociale zaken. Dus je mist die vrouw. En dat is die vrouw die op het plein stond te protesteren. Want ze voelt het met een van de mensen die zeggen je viering in die zakken. Dus je zal er iets aan moeten doen. Wat we ook missen natuurlijk, heel duidelijk, is eigenlijk een analyse van de arbeidsmarkt en de betrokkenheid van de arbeidsmarkt. We hebben dat niet in het aanpassingsprogramma gezien. En het moet van mijn hart, we moeten er rekening mee houden, beste mensen. Het IMF is niet allesomvattend. Het IMF is geen ontwikkelingsinstituut. Hun zicht is beperkt. Het IMF is bedoeld voor monetaire zaken, betalingsbalanssteun. Ze gaan echt niet praten over arbeidsplaatsen. Daar zijn ze heel zwak in, zo overigens. Zullen hier en daar wat studies zijn, maar dat is niet hun core business. Het IMF opereert samen met de Wereldbank. En de Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken, die houden zich bezig met die markt. Maar we merken, en niet nu alleen, al geruime tijd merken we, dat de discussie over de arbeidsmarkt in Suriname helemaal stil is. Volgens mij het laatste onderzoek. Het laatste onderzoek is nog van zoveel jaren geleden. Ik zal er snel overheen gaan, maar die man is direct weggerend, maar ik ben niet zo crimineel. Er is politieke onrust geweest. Je merkt onvoldoende innovatie bij het beleid. Er zijn nieuwe producten, geen nieuwe producten bij de overheid, geen nieuwe processen. Vrijwel alles is hetzelfde. Als mevrouw May weer gaat werken bij financiën, is bijna alles hetzelfde. Het kan niet. De diensten zijn bijna dezelfde. En de regels zijn niet echt aangepast aan de moderne tijd. Productiesectoren schieten tekort. Ook in de private sector merk je dat er issues zijn. En het beleid is te veel gericht op zeg maar een soort honger naar geld om zaken te kunnen doen. Ik zal snel doorgaan naar enkele voorstellen die ik nog heb voor die 2 minuten die ze me geven. Ik denk dat de hervormingen een bredere basis moeten hebben. Je kan niet een aanpassingsprogramma uitvoeren zonder te letten op andere factoren die ook van belang zijn voor de ontwikkeling van dit land. We hebben de sociale kant natuurlijk, maar we hebben ook andere zaken, met name voor wat betreft het investeringsklimaat. Dat zijn allemaal zaken waar we extra aandacht moeten gaan besteden. Want ook al heb je die hervormingen doorgevoerd van het IMF, het volk zal het niet voelen wanneer er geen andere structurele hervormingen zijn gekomen. Politieke rust is een voorwaarde. We hebben de afgelopen periode gezien dat de politieke rust, dat die behoorlijk bedreigd werd. Of het nou was van protesten of binnen het kabinet zelf, waar er toch wel een uitstraling van wantrouwen is en allerlei excessen die je hoort, dat hoge functionarissen die eigenlijk in richting zouden moeten kijken, dat niet doen. Dat creëert wantrouwen en het wantrouwen slaat over naar de bevolking en de bevolking gaat dan het kabinet wantrouwen. Als die uitstraling blijft bestaan, is het hele aanpassingsprogramma van niks geweest.
Ik denk dat we meer moeten gaan letten op kleine volksgerichte projecten in plaats van die grote kapitale projecten. Omdat dat direct effect heeft op de gemoedstoestand van mensen. Maar dat, omdat dat ook een manier is om onmiddellijk de inkomens van de kleinere ondernemers, de armere mensen, om die te adresseren. Het sociaal beleid moet maximale aandacht krijgen en goed getarget worden. Een sociaal beleid zonder goede targeting is geen beleid. Er moet, zoals ik eerder zei, veel meer focus op het investeringsklimaat. De monitoring die is ontstaan, die is geïnitieerd door het bedrijfsleven. Ik denk dat we het moeten omarmen en ondersteunen. Maar ik hoop ook dat het bedrijfsleven ook een verantwoordelijkheid neemt en ook zaken, zeg maar, ook in de publiciteit brengt om zaken te bespreken. Zodat we eerlijke discussie hebben van mensen die, zeg maar, objectief kijken naar wat er gebeurt. De projecten stagneren. Er moet een systeem komen van tijdelijke inschakeling van gespecialiseerde units voor de projectuitvoering. Projectuitvoering is een van de grootste problemen, grootste bottlenecks bij ministeries. Al heb je 20 projecten, de uitvoering schiet tekort. Er zijn achterstanden in de uitvoering. Ik denk dat we daar op een andere manier naar moeten kijken en echt gespecialiseerde units moeten inschakelen. Public sector reform. Wat we nu hebben aan public sector reform, ik zag het rapport van IMF. En IMF zegt natuurlijk, die geeft complimenten aan het feit dat die registratie, dat we die registratie hebben gehad. Ik ben blij met die registratie. Ik denk ook dat die registratie een goede bijdrage heeft geleverd. Want maar het is wel de allereerste stap. En waarom is die registratie goed? Omdat je het in elk geval weet, als je registreert, weet je wie echt zuiver is in het systeem. Want we weten ook dat er duizenden mensen in het systeem waren, en ik heb het zelf meegemaakt, die mensen die zelf vergeten zijn dat ze werken op een ministerie, die zijn ook opgenomen. Die waren ook opgenomen. Het is geen joke. En natuurlijk hebben we de value-added tax, de BTW, die cruciaal is voor deze periode. Ik weet dat ook in het IMF-programma, of niet in het IMF-programma, de minister van Financiën heeft aangegeven dat het de goede richting opgaat. Daar zijn we blij om. Hij heeft een percentage van ongeveer 70-75% tot nu toe bereikt. We moeten daar blij om zijn. Maar we weten ook dat terugstortingen, dat een probleem vormt. Restituties die stijgen en we moeten ook daar naar kijken. Dus het netto-resultaat is veel belangrijker. Het heeft geen zin om te vitten op wat er gebeurt. Zonder dat ik wil zeggen dat we het proces niet kritisch moeten begeleiden. Ik vind het soms toch wel een beetje, zeg maar, jammer dat in deze tijd van absolute crisis en heel wat problemen, dat eigenlijk de overheid die informatieoorlog die is ontstaan van fake news en allerlei ander nieuws dat er is, dat die overheid die verliest. Ik denk dat het goed is dat we dit proces goed begeleiden, dat we goede adviezen geven om het beter te doen, omdat we op dit moment nauwelijks een andere keus hebben dan om te slagen. Dank u wel. Zo. Dank u wel, meneer Silvano, voor die afgekorte presentatie. Ik dank u. Zo, na dat gezegd te hebben, mag ik het woord weer overdragen aan mevrouw Reijsen van Vaarseveld, die over zal gaan tot de discussieronde. Dank u. Dank u wel, Rendel. Zoals eerder aangegeven, zijn we dan nu gekomen tot onze discussieronde. De spelregels zijn als volgt. We zullen steeds 3 tot 4 mensen in de gelegenheid stellen om vragen te stellen. U mag naar de microfoon te lopen en dan uw vraag daar deponeren. U zegt eerst uw naam, u stelt uw vraag. Vanwege het feit dat we een beetje beperkt zijn met onze tijd, gaan we u vragen om uw vraag niet te lang in te leiden, maar ongeveer maximaal een minuut te nemen om uw vraag te stellen.
De kijkers thuis die zijn ook in de gelegenheid om hun vragen naar ons op te sturen. Als het goed is, verschijnt er een WhatsApp-nummer in beeld. En u bent dus in de gelegenheid om via dat WhatsApp-nummer dan uw vragen naar ons op te sturen. En wij gaan ons best doen de vragen zoveel mogelijk te behandelen. In geval het niet zo mag zijn dat u uw vraag niet hoort, of als u, indien uw vraag niet hoort gedurende de live-uitzending, kunnen we u wel ervan verzekeren dat we de vragen doorsturen naar de inleider en de panelleden om ze alsnog te beantwoorden. En voor de mensen in de zaal, in geval het niet lukt om al uw vragen te behandelen gedurende de live-uitzending, geen nood, we gaan dan tijdens het informeel gedeelte na de live-uitzending dan even verder met de discussie. U bent nu in de gelegenheid om uw vragen te stellen. U mag naar de microfoon lopen en uw naam zeggen, uw vragen stellen. Ivan Fernald, ik begin mijn complimenten tot uitdrukking te brengen. Bij elke discussieavond leer ik van de deskundigen. Een opmerking en een vraag. Opmerking. Om het beter te laten gaan, moet het slechter gaan. Om het beter te laten gaan, moet het slechter gaan. Dat hangt helemaal af van de perceptie. En wat ik bespeur in de samenleving is dat er een ongekende discrepantie is in perceptie tussen de macro-economen, de beleidsmakers, laat me daarop maar houden, en aanverwanten, en aan de andere kant de gewone man in de straat. En wat is goed? Voor macro-economen is het belangrijk dat we op spoor komen. En dat betekent natuurlijk dat de overheid minder moet gaan uitgeven, de uitgaven moet beperken. En vanuit dat gezichtspunt is het logisch dat je afbouwt je subsidies en fiscale maatregelen neemt. En wat is goed voor de kleine man? Voor de kleine man is het belangrijk dat hij betaalbaar brood op de plank krijgt. Betaalbaar brood, melk, vlees en ga zo maar door. En nou is mijn vraag, wat kan er gedaan worden? Want we kunnen een mooi programma uitvoeren, wordt ook hier gesproken van spanningen, politieke en sociale spanningen. Wat kan er gedaan worden opdat de percepties een beetje bij elkaar komen? Want de enige manier om tot begrip te komen is een goede uitleg. En de tweede vraag is kort. De inleider, de heer Eckhorst, heeft kenbaar gemaakt dat bij een onveranderde economische structuur we gegarandeerd weer problemen krijgen. En misschien moet hij een andere keer komen om dat uit te leggen, want het is heel belangrijk, want we kunnen nu natuurlijk een geweldig mooi stabilisatie- en herstelprogramma hebben. Maar als we niets doen aan het productieproces, tenminste, u zei economische structuur, ik maak ervan productiestructuur. Sorry meneer Fernau, we zijn wel aan tijd gebonden. Mijn vraag is, concreet, waar ziet u in welke sectoren de investeringen in de productie, want uiteindelijk gaat het daarom, willen we duurzamer uitkomen. Dank u. Ja, dank u. De volgende persoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Mijn naam is Pigot. Ik zal mijn vragen kort houden. Meneer Eckhorst, u heeft aan het begin van uw lezing gezegd, u heeft een schets gegeven van de economische ontwikkelingen van Suriname. En u heeft daarbij aangegeven dat toen we van de kolonisator hebben overgenomen, de samenleving niet op een dusdanige manier is ingericht dat we er tevreden mee waren. Mijn vraag is, kan de Surinaamse bevolking dat kwalijk genomen worden? Want het is wat we van de kolonisator geleerd hadden. Tweede vraag. Als we de zaak economisch historisch bekijken, moet het jaar 2019 niet bestempeld worden als het rampjaar in de geschiedenis van Suriname? Ja, 2019. Je snapt wel waarom ik die vraag stel. 2019. Ja. Het was het jaar toen er geconstateerd werd wat voor enorme schulden er waren. Uh,
Nog een vraag. Als we de zaak internationaal bekijken, regeringen die een IMF-programma hebben uitgevoerd, doorgaans is het zo dat ze bij de eerstvolgende verkiezingen naar de oppositiebanken verwezen worden. Is dat ook verwachtbaar in Suriname? Ik heb een laatste vraag. Aan mevrouw Sobi. Waarom denkt u dat het ligt dat de regering niet makkelijk in slaagt om subjectsubsidie toe te passen? Maar kijk, die 2800 en die 1800. Ik weet zeker, er zijn heel wat mensen die het niet nodig hebben, maar ze hebben het toch ook gehad. Dank u wel. Goedenavond. Mijn naam is Glenn Gersie. Ik wil Karel, ik ken meneer Eckhorst als Karel, dus complimenteren met echt een mooie presentatie. En ik moet u zeggen, in de afgelopen periode heb ik mij bezig gehouden met één vraagstuk dat u eigenlijk aankaartte. En ik zeg, oké, dat geeft mij de gelegenheid om hem dan het vuur aan de schenen te leggen. Maar toen kwam mevrouw Sobi met een geweldig mooie reactie erop. En ik wil daarop even inhaken. En dat is dus dat er keer op keer hier geanalyseerd wordt door economen, waarvan wij zeggen ze zijn gezaghebbende economen, dat er door de salarisverhogingen of door de minimumsubsidie, zo noem ik ze, aan de samenleving een vraagverhogend effect optreedt. En dat vraagverhogend effect heeft invloed op de wisselkoers en heeft ook invloed op het algemeen prijsspel. En de uiteenzetting van mevrouw Sobi gaf juist het tegenovergestelde aan. Als we kijken naar de relativiteit. Er is een gezaghebbende econoom in Suriname met wie ik af en toe zo contact heb. En die heeft mij een keer zelfs op iets geweest waar ik niet eens aan gedacht had. En dat is dus dat je lange rijen hebt bij pompstations. En ik moest ook gaan tanken en ik kon niet, want ik wilde niet in zo'n lange rij staan, het duurde urenlang. En die econoom legt me uit en zegt, ja, maar die mensen gaan en tanken 200 SRD per keer. Ze kunnen het zich niet permitteren om meer te doen. Ze kunnen mensen, een groot deel van de samenleving, heeft het bijzonder zwaar. Hoe kan het zijn, waar gaat het mis bij de analyses van die economen die zeggen, er treedt een vraagverhogend effect op en dat vraagverhogend effect werkt door naar het algemeen prijsspel en dat werkt ook door naar de wisselkoers. Ik denk dat het tijd is dat economen zich beter gaan verdiepen in de daadwerkelijke problematiek. Want als wij steeds een verkeerde analyse maken van het vraagstuk, dan zullen we ook steeds een verkeerde oplossing aandragen. En ik zeg u, ik ben dankbaar dat gezegd is dat datgene van het IMF, van de generous loonsverhoging, dat dat bestreden wordt. Ik bestrijd ook. Maar dat volgens mij niet kan kloppen en ik heb graag uw reactie erop. Maar nogmaals, ik vraag ook dat u aangeeft of dat u ons helpt nadenken hoe de daadwerkelijke analyse moet zijn. De daadwerkelijke analyse kan niet zijn dat arme mensen of mensen die ernstig verarmd zijn vraagverhogende effecten hebben, waardoor waardoor het prijsspel stijgt. Een tweede vraag heeft te maken met de organisatie. Het is niet onze eerste aanpassingsprogramma. Het is eigenlijk de tweede of derde. En ik hoop en bid dat wij niet meer zullen krijgen. Maar just in case we get one. De organisatie bij de staat lijkt mij moet professioneler. En ik zeg u dat omdat ik u dit voorbeeld ga aangeven. Met het voorbeeld ga aangeven. Het moment waarop er een maatregel van de overheid wordt afgekondigd, stel je nog voor de BTW of whatever, heb je meteen prijsverhogingen in winkels. Er is nog niks gebeurd.
Het moment waarop die maatregel daadwerkelijk wordt ingevoerd, dan pas. Dan krijg je een tweede verhoging. En ik denk dus dat, de overheid de gemeenschap beter moet begeleiden in deze zaken. En nu vraag ik aan u, welke andere institutionele maatregelen had de overheid nog moeten treffen om de samenleving te beschermen tegen dit soort ontwikkelingen? Dank u wel. Dank u wel. Lukt het zo? Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik ben mevrouw Melgers. Ik ben gemeenschap werken landelijk. Ja. En ik heb een paar heel kleine vraagjes. Indien ik niet in het veld was, we verschillen. Dat moet ik u wel meegeven. Wij zijn veldwerkers. Ik heb geluisterd naar u. Fantastisch. Maar in het veld komt het niet voor. Mijn vraag die ik stel, voordat ik kwam, heb ik ook amoxiel ingenomen en zo hoor, voor allergie. Onze mensen, alade jukasema, ifu luku, un konja, futaki, fuden taki fuden mama, sade tak ala malaja, une fini in a veld. Eerste wat ik wil vragen, IMF, hebben ze een onderzoek gedaan? De inheemse en de Maroons. Als ik aan tafel was, had ik ze al gezegd, stop. De inheemse en de Maroons is wat wij op school hebben gehad. De man die gaat jagen en die vrouw die is bezig te planten. En hetzelfde systeem heb je daar. Dus daar heb je de sociaal zwakkere. Zowel man als vrouw. Daar wil ik ook vragen van de zwakke huishouding. IMF. 1. Onderzoek, uitvoering, controle. Wie doet dat? En dan wil ik ook vragen, men heeft gesproken over sociale vangnet. Ik wil het even van de tafel vegen. Sociale vangnet, die was er al. Men moest het gaan aanpassen. Maar men heeft het van de tafel geveegd, waardoor de mensen met een beperking, laat me het kort zeggen, de mensen die vallen onder sociale zaken, zwakke huishouding, beperking, AOV, dat zijn niet van de dag eronder lijden. En we praten over woning. Vandaag aan de dag heb je geen huis meer die verhuurd wordt. Appartementen. Waardoor de mensen in problemen komen met licht en water. Omdat wij ook bezig zijn met die, om te helpen aan de gemeente, de regering. Voor het, dat de mensen in aanmerking komen voor een BZV-kaart en een BASO-kaart. Dus ze kunnen vrij praten. En wat we ook hebben, een huurkamer. Daarin wonen onze mensen vandaag aan de dag. Wij praten over het gedrag van de jongeren. Er is geen vrede in dat huis. En wat is er? Dat wil ik u meegeven. En ik zeg het ook aan de minister van Sociale Zaken. We zijn nog niet klaar met u. Ja? IDB, er is een project. 30.000. De mensen hebben getekend voor 30.000 en ze hebben hun gelden nog niet in handen gehad. Het gaat om renovatie en aanpassing van de woning. Ja. Ze hebben getekend en als ik teken moet ik mijn geld krijgen. Daarom vraag ik wie controleert. Dan hebben we het over woning. Er wordt gegeven een AHP-project. De laatste vraag. Met betrekking op het onderwerp. Hetzelfde onderwerp, okay. Het valt onder IMF. Okay. We moeten toch zorgen kijken waar onze mensen slapen en waar ze eten en drinken. Als u uw laatste vraag kan stellen. Dat is de laatste. Ja. Toch? Men heeft een wet aangenomen in het assemblee, toch? Dat men niet mag huren, verkopen of wat dan ook in valuta of euro. En dezezelfde regering die gaat een project aan, LIPS, laat me het kort zeggen, LIPS 3. Toch? Gaat u na, gaat u controleren. Ik weet niet waarom ze een lijst hebben gemaakt, ik weet niet. Gaat u controleren. Onze doelgroep, onze mama, unu pichin, unu kong aan bod. Omdat de mensen euro moeten betalen. En dan heb je daar een sociale zaken, stikt in sociale zaken. Er zijn dingen dat we kunnen doen. En dan wil ik, voordat ik wegga, wil ik ook even wat geven. Onze project adviseur of adviseurschrijver of wat dan ook, die heeft het land verlaten met onze gelden. Dus de mensen die heeft het in elkaar gezet.
Dus ze kunnen niet door. Want het klopt niet, hij heeft geen onderzoek gedaan. Dat wil ik meegeven. En dan wil ik ook zeggen van... Hoe tak tak voor u, kon dan mee in een veld. Dan kijken we of het overeenkomt van wat allemaal daar staat. Dank u wel. Dank u. Dan gaan wij nu even over tot de beantwoording van de eerste vragen. Ik stel nu de inleider en de paneleden in de gelegenheid om de vragen te beantwoorden. Ik zou u toch willen vragen, meneer Fernand, uw eerste vraag, want die heb ik even gemist. De perceptie. Ja, oké. Okay. Dus, nogmaals, ik ben het, ik ga niet van mij horen dat ik het oneens ben, met wat u in het veld meemaakt of wat de percepties zijn. Maar we moeten dit meegeven. Er is een disconnect, en dat is niet nu. Ook niet alleen met het IMF-programma. Er is een disconnect tussen wat we op macroniveau zien en wat zich op microniveau afspeelt. En er is vaker ook aan beleidsmakers gezegd, wanneer hij op macroniveau goed gaat, wanneer deze cijfers er mooi uitzien, is het geen automatisme dat het daaronderin ook goed gaat. Je gaat beleid moeten maken omdat wat op macroniveau plaatsvindt, door te laten sijpelen naar die samenleving. Ook in de stabiele periodes die we hebben gekend in Suriname, heeft dat gespeeld. Dezelfde baas zat een keer in zijn kantoor en vroeg mij en zei, op de eerste pagina van deze krant staat er een grote foto van mij met monetaire stabiliteit. Ik zei van, maar dat is toch mooi. Hij zei, ja, maar hoe verhoudt zich dat met de derde pagina van dezezelfde krant, waar een mevrouw, en dan luister ik naar wat mevrouw Melger zei, en ik, waar een mevrouw buiten staat, een krot, een huis, een woning, krot, buiten staat met zwarte zakken, ik neem aan dat kleren daarin zitten, met 3 of 4 hele kleine kinderen, de politie, en er staat een bakoloader klaar. Vanuit die foto zie je het niet, maar je kan je mind opmaken wat die bakoloader daar staat te doen. En hij vraagt, hoe verhoudt dit zich met, hoe verhoudt die monetaire stabiliteit op pagina 1 zich met wat daar op het erf plaatsvindt? En toen zei ik hem, herverdeling. U bent onderdeel van het herverdelingsmechanisme. Ministerie van Financiën, de overheid in zijn geheel, moet zorgen dat de inkomens van dit land, dat de overheid op de eerste plaats de gelden gaat halen in de sectoren die verdienen en het herverdeelt zo evenwichtig mogelijk over die samenleving. En ik zeg niet dat mensen in de rij moeten staan om geld te gaan halen. Maar het is de taak van die overheid om in elk geval ervoor te zorgen dat de mensen hun kinderen naar school kunnen sturen, goed onderwijs kunnen krijgen, dat de mensen een leefbaar bestaan hebben, een woning kunnen betrekken. Dus vandaar dat ik ook die opmerking maakte van als u daar ziet 2,3% groei, moet u dat niet interpreteren als het gaat goed. Het is een correctie van een val die we hebben gemaakt. En we blijven nog corrigeren. Er zijn zelfs cijfers gepresenteerd waar die cijfers laten zien dat we pas kunnen praten over groei in 2028. Echte groei. En ik zeg dat omdat de constateringen die er zijn over in het veld gaat het niet goed. Ik weet dat. Ik zit niet de hele dag achter het bureau. Ik weet dat. Ik heb presentaties en gesprekken gehad met platform buurtorganisaties. En daar heb ik die disconnect gezien. En ik ga met een mooie PowerPoint presentatie. En op het moment dat ik in die zaal zit en de mensen zie, zet ik hem rustig weg. Ik ga tussen de mensen zitten en we gaan praten. En daar zie je die disconnect. En je houdt er rekening mee dat achter elk cijfer dat je daar ziet, er een gezin, een arm persoon, een persoon met een gebrek staat. Dus het is niet zo, wanneer ik hem zo presenteer, laat ik u zien wat op macroniveau
in orde gemaakt moet worden. Omdat het misgegaan is. Dan wil ik direct gaan naar de opmerking van de heer Gersie over verschil in verschil van mening over, over salarisverhogingen aan arme mensen. Dat dat zou zorgen voor expansie en dat expansie op zich weer zou zorgen voor te veel geld in omloop, druk op de koers, noem maar op. Ik moet erbij vermelden dat het is gemeten en niet één keer, niet twee keer, het vaker is gemeten. Maar het verhaal is niet rond wanneer we dat inkomstengedeelte niet erbij halen. En ik heb heel wat mensen horen praten over snijden en uitgaven. Ik heb niemand horen praten of opmerkingen horen maken over het verhogen van de inkomsten van die overheid. Een grotere armslag. Een grotere armslag die gecreëerd moet worden door die overheid. Om zaken te kunnen doen. Dus wanneer we zeggen dat geld in omloop brengen en het komt in handen van arme mensen. En het kan niet zo zijn dat het die arme mensen zijn die ervoor zorgen dat die wisselkoers omhoog gaat. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat ook niet. Wat ik zeg is dat die overheid, die uitgaven die ze pleegt, moet balanceren met inkomsten. Want anders ontstaat er een probleem dat die overheid, en dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar meegemaakt, dat die overheid extra geld in omloop brengt, geld wisselt die ze heeft gekregen van de internationale financieringsinstituten. In omloop brengt, meer geld in omloop brengt. Maar dat geld dat ze uit omloop moet halen door inkomsten, niet haalt uit omloop. Het blijft in die samenleving. Verdampt het? Nee, het verdampt niet. Het oefent koopkracht uit. Want dan is de wedervraag, komt de stijging in de wisselkoers alleen maar omdat de Chinees hoort dat er een verhoging komt en hij verandert zijn prijzen? Hij mag dat 1000 doen als er niemand komt met geld om te kopen. Het gaat niet omhoog. En dat hebben we in verschillende periodes ook gezien. Dat op een gegeven ogenblik men stopt met het verhogen van prijzen, omdat er gewoon geen koopkracht is in die samenleving. Dus iets gebeurt dat maakt dat de man steeds verder zijn prijzen laat toenemen en mensen kopen. Men stopt niet met kopen, omdat men moet een brood kopen om te eten. Men moet. En al die zaken zien wij steeds toenemen in de periode waarbij die overheid zegt, ik geef hier meer, ik geef daar meer, maar ik haal dat niet ergens vandaan. Ik geef, maar ik haal hem niet ergens vandaan. Hoe financier ik dat gat in de begroting? Hoe financier ik hem? Dus het is een goede discussie en meneer Gersie, ik zeg niet dat u ongelijk heeft. Ik zeg alleen maar, het verhaal is pas rond wanneer we de inkomsten erbij nemen en zeggen, het kan dat het niet komt door de mensen, door de gezinnen die uitgeven. Maar dat geld dat uitgegeven wordt versterkt door meer geld dat in omloop komt en dat niet uit omloop wordt gehaald. Ergens gaat dat zich wreken. Het heeft zich gewreekt in de jaren 90. We hebben dat gezien. We hebben duidelijk gezien hoe die inflatie is gaan toenemen. En het is niet alleen maar geld dat via lonen en salarissen en subsidies subsidies en transfers gaat. Maar ook overheidsconsumptie. Ook daar zien we grote sprongen die ervoor zorgen dat er heel veel geld in omloop komt. En dat een weg zoekt naar buiten. Kijk, een van de grootste problemen met schulden is niet alleen, we zoeken vaak het probleem van schulden bij overheidsfinanciën alleen. Maar we moeten ons ook niet ervoor sluiten dat het feit dat we geen comfortabele munt hebben. Want Amerika maakt ook enorme schulden. De Amerikaanse economie leent bij de vleet.
Maar iedereen wil die dollar. Dus ze brengt geld in omloop, monetaire financiering. Maar als wij dat doen, kunnen we die extra SAD's niet kwijt. Ze gaan niet weg. Dan via importen, via de wisselkoers. Dus nogmaals, ik vind dat we het verhaal sluitend moeten maken. En ook moeten kijken naar de inkomstenzijde. Als die achterblijven, zal de druk op de prijzen, zal de druk op de wisselkoers blijven toenemen. Als wij de geldgroei niet onder controle houden. En dan was er een vraag van 2019. Wat ik heb laten zien is dat we een enorme terugval hebben gehad in 2019. En het werd manifest. Later in 2019 en in 2020 verergerd door COVID. En dat heeft uiteindelijk geleid naar die diepe val van ongeveer 16% van BBP. Als we 2019 een rampjaar moeten noemen, ik wil geen kwalificaties geven aan wat het is. Maar het is natuurlijk wat ik al eerder zei, een samenloop van verschillende factoren die ervoor heeft gezorgd dat die economie in dat jaar die scherpe val heeft gemaakt. Ik hoop dat ik van mijn zijde dat deel van de vragen heb beantwoord. Voor we naar de volgende beantwoordingen gaan van de vraag, wil ik even snel een mededeling doen. PF2591 grijze versie staat verkeerd geparkeerd. Zou u alstublieft uw auto meteen kunnen weghalen voordat hij wordt weggesleept? Ja, u kunt doorgaan. Ja, dank u wel. Al heel kort ingaan in op die vraag van meneer Fernald over die kwestie van de afbouw van subsidies. Omdat de kleine man die wil betaald brood, uiteraard natuurlijk. Maar ik denk dat wat we nu zien gebeuren is een transformatie van de subsidies. Aan de ene kant wordt gevraagd dat subsidies zoals die bestaan, dat zijn subsidies aan de EBS en noem maar op, dat die subsidies worden afgebouwd en dat daarvoor in de plaats er daadwerkelijk subjectsubsidies komen aan de mensen die dat nodig hebben. Omdat wanneer subsidies niet discrimineren, met andere woorden, als subsidies gaan naar een bedrijf, een staatsbedrijf, zijn er twee effecten. Eén, op de eerste plaats bereik je ook mensen die dat niet nodig hebben. En op de tweede plaats maak je bij je bezig de meest inefficiënte staatsbedrijven te maken. En we hoeven daar geen bewijs voor te geven. Een andere vraag waar... er is een vraag gesteld, ik dacht door mevrouw Mergers, over IMF. Wie controleert de uitvoering? Ik had dus aangegeven dat er met name de particuliere sector nu een platform heeft gemaakt, of ik weet niet precies wat de benaming is. In elk geval komt er een groep van de particuliere sector die het IMF-programma zal monitoren. Dus naast de overheid zelf en naast IMF zelf. En natuurlijk was er een andere ondeugende vraag of een opmerking dat elke regering die een IMF-programma uitvoert naar huis gaat. Dat is niet helemaal waar. Het hangt er vanaf natuurlijk. Kijk, IMF, een heleboel mensen, we hebben laatst vorige week, dacht ik, was er een presentatie over Argentinië, waar dus kritiek is geleverd op het IMF-programma. Maar de mensen zeggen niet dat Argentinië 21 arrangementen heeft gehad met het IMF. Jamaica heeft er volgens mij 12 gehad. En zo kun je doorgaan. Dus de landen, op een gegeven moment heb je weinig keus. En de maatregelen zijn nooit prettig. Daarom noemt men IMF de lender of last resort. Daar ga je niet als je even pijn hebt. Daar ga je als je echt pijn hebt. Ja, dus dat is de laatste stop die je maakt. Ik denk niet dat we daar per se van uit moeten gaan dat de regering naar huis gaat. Wat we moeten doen is zoveel energie stoppen in het programma dat het goed wordt uitgevoerd. Dat we rekening houden met de mensen die klappen krijgen, de arme mensen in onze gemeenschap. En dat we ervoor zorgen dat we de lessen leren. Dat wat scheef is gegaan, als die wordt rechtgetrokken, moeten we ervoor zorgen dat we het nooit meer scheef laten gaan. De rest van de vragen die kan ik niet beantwoorden over volkshuisvesting en dergelijke. Ik heb daar geen informatie over.
Ik wil toch ingaan op het gedeelte van armoede. Meneer Pichot vroeg hoe je ze beter kan identificeren. Want inderdaad, door te identificeren kan je de beperkte middelen beter besteden. Ik moet zeggen, er is zeker al langer dan een jaar een heel model uitgewerkt met alle selectiecriteria. Het blijft uit bij de uitvoering. En vaak genoeg, ik zal het wel eerlijkerwijs gewoon zeggen, ik denk dat we moeten beginnen om zaken los te koppelen van partijpolitiek. Omdat je daarmee gelijk de ruimte hebt. Wat waarvoor men dan kiest is om eerder alle programma's die er zijn eerder als propaganda te nemen dan prioriteit. Ik denk dat we daar heel eerlijk naar moeten kijken. Het moment dat ik een strakke selectiecriteria heb, kan ik mijn mensen niet meer accommoderen. En dat blijkt dus keer op keer. Het kan nooit zo zijn dat de zaken zijn uitgewerkt en niet in place komen. Zoveel tijd zou het niet moeten zijn. Die 1800 die nu geïmplementeerd was, was een korte termijn maatregel. Want daarmee selecteer je niet. Je neemt de meest basic maatregelen om een aantal mensen, terwijl je je zware programma rolt, terwijl je je zaken in place brengt, om het systeem aan de gang te krijgen, op gang te krijgen, dat je alvast een overbrugging hebt. Wat zien we nu? Het is al langer dan een half jaar. Ik weet niet eens als er intussen wel tot uitbetaling is overgegaan. Maar het schijnt dus dat we wel ervan houden om een stukje vaagheid en die niet-transparantie erin te houden. En daar moeten we gewoon af. Er zijn genoeg mensen die zijn werk verzetten. En daar behoor ik ook toe. Dat we vaker zaken uitwerken. Meneer Eckhorst neemt zijn tijd aan een heleboel. Ik denk niet dat een IMF-programma zonder meer tot stand komt. Maar in de uitvoering blijft het haken bij dat gedeelte wanneer partijpolitiek zich mengt met regeerbeleid. Ik denk dat we die twee dingen heel structureel moeten gaan onderscheiden. Het tweede waarover ik het heb, inderdaad ook hetzelfde geldt van wat mevrouw Melgers ervaart bij het AHP-project. Ook daar zijn de zaken al in place. Het uitrollen, waarom moet het zo lang duren? Waarom is het wanneer we projecten in de fase van executie moeten hebben dat ineens ownership ter discussie wordt gesteld? Ik denk dat we ook naar die zaken moeten kijken, want we houden onszelf op als land. En dan is het niet als 2019 een crisisjaar is of een outlier. Het is ons gedrag dat maakt dat we buitenbenig, dat we als een buitenbeentje eruit springen elke keer. En het laatste is dat we ook heel veel, en dan wil ik aansluiten op de opmerking die meneer Gersie maakte. Inderdaad, als je dan kijkt naar de loonsverhogingen tussen 2016 en 2020, de prijzen van goederen zijn bijna met 7 maal hoger geworden. De lonen zijn de helft niet zoveel gestegen. Dus de prijs van arbeid loopt bijna 50% achter. Dus ik ben het eens, maar we moeten dan ook inderdaad, zoals meneer Eckhorst zegt in de context, het zal wel gelden wat wij ervaren, dat loonsverhogingen de afgelopen jaren niet hebben geleid tot verhoogde consumptieve uitgaven, maar dan in de formele sfeer. Wanneer wij vaak genoeg beleid maken in Suriname, is dat op basis van die formele economie. Dat zijn op basis van mensen zoals u en ik, die wel braaf de belasting betalen, geregistreerd zijn, ergens zichtbaar zijn. Maar een heel groot gedeelte van wat zich in die economie afspeelt, speelt zich af in de informele sector. En daar heb je kapitaalkrachtige mensen, ja. En dat zijn de mensen die ook heel veel uitgaven hebben. En toch ook in het subsidiesysteem ook meeliften. Dus wanneer we onze economie, en ik was heel blij met de opmerking van laten we onze arbeidsmarktanalyse goed hebben. Want een groot deel van onze beroepsbevolking blijkt inactief te zijn. We kunnen daar ook de potentie uithalen. Maar inderdaad, in 2012 zouden we inderdaad die constatering hebben, dat durfde je niet een loonsverhoging te geven, want dan had je inderdaad, en dat is ook iets wat je bij arme huishoudens, ik weet niet als u het verschijnsel kent van één dag rijk zijn. Aan het eind van de maand merkt u het steeds. Het is dan overal druk, omdat men dan inderdaad uitgaat dat je hebt de hele maand zo strak geleefd en het lukte niet en één dag heb je ineens geld, dan wil men inderdaad besteden. Maar hoe vaak is dat in de afgelopen periode geweest? Dat is stelselmatig afgenomen. Onze bestedingspatroon, onze consumptiepakket is totaal anders geworden. Waar mensen vaker, dus ik ga het met een eenvoudig voorbeeld, altijd Surinaams kip nuttigde, heb je nu dat men een verschuiving kreeg naar substituutproducten, naar Amerikaanse boutjes,
et cetera, wat vroeger El Den Boze was. Dus op die manier moeten we ook naar zaken kijken. Maar ik denk dat de informele sector echt een bijna een is in onze economie. Maar het effect die het heeft is veel groter dan we inschatten. We hebben twee vragen vanuit de kijkers, die dus ook het programma aan het volgen zijn. Hoeveel leningen van de vorige regering zijn tot nu toe afgelost door de huidige regering? En hoeveel rentes zijn opgebouwd door deze regering door niet tijdig de schulden van de vorige regering af te lossen? En er was een meneer in de zaal die nog een vraag wilde stellen. U bent nu in de gelegenheid om dat te doen. Dan pakken we die vraag ook meteen. We kunnen daar nog twee laatste mensen in de gelegenheid stellen, omdat we dan de... Ja. En ik ga u vragen om de vragen echt strak te houden op een minuut. Ja. Mijn naam is Marcelino Nerkus. Mijn complimenten voor de presentaties, maar ik ben er niet vrolijk van geworden. Ja, dat moet ik gelijk zeggen. Mevrouw Sobi, ik heb het document gelezen, maar ik weet niet hoe ik nu loonmatiging gaan moeten verkopen aan mijn achterban. Ik weet het niet. Ja? Dat zal het aangeven. Vooral tegen de achtergrond van de 50% die op ons is afgekomen. Ik weet niet, is dat van Bosering. Een andere vraag, meneer Ekos. Ik heb het programma. Het is ondertekend door drie personen. De president, de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank. Maar er zijn ook 6 doelen geformuleerd in het programma. 6 doelen: herstel, budgetteren, houdbaarheid, ik noem een paar, sociaal vangnet verbeteren, levensvatbaarheid van het financiële systeem, corruptie aanpakken. Zijn er geen veiligheidskleppen ingebouwd? Want $690 wordt beschikbaar gesteld, maar je moet je houden toch aan een aantal dingen die je bent overeengekomen als staat. Heeft IMF veiligheidskleppen daarin ingebouwd? En het laatste punt is, we dealen nu met een die subsidie van EBS die moet worden afgebouwd. In het programma, in het document zie ik staan dat eigenlijk die tarieven worden elk kwartaal aangepast. En tegen eind 2024 moet het eigenlijk kostendekkend zijn. Dus stroom en gas kunnen we verspreiden tot volgend jaar. Dus we hoeven het niet in de korte tijd, hoe die cilinders straks de lucht in moeten gaan. We hoeven niet in die mensen hun keel te drukken. We kunnen het verspreiden tot volgend jaar, waarbij die klap niet zo groot op die werkers komt. Dank u wel. Dank u. Ja, de volgende persoon. Goedenavond. Goedenavond. Mijn naam is Frank Roosselaar. Als de overheid meer inkomsten wil hebben, waarom verlagen ze niet de BTW naar 5% op alles, dan op 10% op een hele kleine, smalle basis? Want als ze meer geld naar binnen krijgen, kunnen ze beter mensen helpen om betere subsidies te geven. Ja? Dat is mijn vraag aan de heer Eckhorst. Ja, dank u. Goeiedag, Rita Chanawai, de Ware Tijd. Goedenavond. Ik heb wat vragen. Ik weet niet wie gaat beantwoorden. Maar ik was qua context, u geeft aan dat de Surinaamse economie de eigenschappen van een plantage-economie heeft blijven houden. Zal dat IMF-programma daar verandering in brengen? Want het lijkt alsof de armen armer worden. Wat eigenlijk een van de plantage-economie investeert niet in educatie, in onderwijs enzovoorts. En het lijkt alsof nu met onze weinige middelen dat ook een beetje van de baan gaat. Dus dat is mijn vraag. Ten tweede, er is, zoals meneer Nerkus zegt, ook anticorruptie opgenomen in het programma van IMF. Waarbij het ook de bedoeling is dat de inkomsten van politieke leiders ergens gemonitord, ergens vastgesteld, ergens gevolgd worden. Wat zijn de vooruitgangen daarmee? Wordt er vooruitgang geboekt bij dat gedeelte van het programma? Onroerend goedbelasting. Wanneer gaat dat effectief geïnd worden? Is daar een plan voor?
Bij het herstelprogramma, eerste herstelprogramma, was er informatieverstrekking. Er was een hele campagne op touw gezet om mensen te informeren over IMF, wat het IMF inhoudt, wat ze kunnen verwachten. Ik zie dat niet meer. Wat is er mee gebeurd? Bij datzelfde herstelprogramma vraag ik me af, in hoeverre waren sociologen als mevrouw, ik ben uw naam kwijt, betrokken, omdat ik bijvoorbeeld zag dat bij sociale zaken het template van het Bromtje Futamara programma was afgewezen door degene die dat programma hebben ingesteld. Waarom in hemelsnaam is dat gebeurd? En ja, that's it. Dank je. Ja, dank u. Dan gaan we gaan u vragen, als u vragen kan laten tot het informeel gedeelte van het programma, omdat we nu, als u het even kan parkeren, dat straks. Ja? Oké, okay, mag even plaatsnemen. Dan gaan we nu gelijk over naar de beantwoording, want we hebben niet veel tijd meer. U bent nu in de gelegenheid om de vragen te beantwoorden. Ik zei al ten aanzien van de leningen dat volgens het oorspronkelijk aflossingsschema de Suriname niet in staat is om af te lossen. U moet zich herinneren dat zo tegen midden 2020 er op een gegeven ogenblik enorme kastekorten waren die zich vertaalden in het niet kunnen betalen van de meest elementaire lopende uitgaven. Dus je zal op dat moment de keus moeten maken van ga ik over tot aflossen van dure schulden of zeg ik ga ik de lopende uitgaven die gepleegd moeten worden in de consumptiesfeer, dus lonen en salarissen, subsidies en transfers, ga ik die even parkeren en de schulden aflossen. Die keuze, voor die keuze sta je op een gegeven ogenblik en je hebt daar al snel een keuze gemaakt voor het betalen van de lopende uitgaven. Dus er is toen afgesproken met de schuldeisers dat de schulden zouden worden geherstructureerd. En pas na herstructureren ontstaat er dan een nieuw aflossingsschema dat draaglijker is. Waarschijnlijk met langere looptijden, aflossingsperiodes. Waarschijnlijk langere periodes waarin je niet hoeft te betalen. En dat geeft dan de overheid de ruimte om rustig de capaciteit op te bouwen om de schulden op een redelijk termijn af te lossen. Dus dat is ten aanzien van de vragen van de kijkers. De kijkers. Ja. Yes. En dan was er een vraag over veiligheidskleppen. Als IMF veiligheidskleppen had ingebroken. Volgens mij was het de vraag van meneer Nerkus. Uh-huh. Over welke veiligheidskleppen had u? Dus, ja, precies. De veiligheidskleppen zitten meestal in de condities die worden gesteld. Dat je op een gegeven ogenblik jou een bepaalde maatregel moet doorvoeren. En als het niet gebeurt, dan kan de voortgang van dat programma in gevaar komen. Dat is hoe wordt gelet op het uitvoeren van dat wat is overeengekomen. Hetzelfde met betrekking tot anticorruptie. U zal in die lijst hebben gezien dat anticorruptie daar is opgenomen als te zijn, we hebben een VN-verdrag geratificeerd. En wat het IMF nu vraagt is, luister, begin met de uitvoering in de zin van, begin in kaart te brengen de inkomens en de vermogens van hoge functionarissen, overheidsfunctionarissen. En laten we er in elk geval voor zorgen dat de aanmelding, dat men zich dat er compliance is met de aanmelding. Als dat niet gebeurt, dan moeten die mensen worden aangepakt. Het is een van de eerste stappen die gemaakt moet worden. En er is ook bij die benchmark een deadline, een einddatum aan vastgekoppeld. Van als je op zo'n datum dat niet hebt gehaald, dan hebben we een probleem. Dus dat zijn de veiligheidskleppen die worden ingebouwd. Wat het IMF niet zal doen, is in de driver seat komen zitten en overnemen van de overheid en zaken gaan uitvoeren. Het is monitoren en het gaat om puur macro-fiscale maatregelen. Meer moeten we niet verwachten van het IMF.
Ze zijn niet in staat meer te doen. Puur dat stukje. En dan had je een vraag over eind 2024 moeten subsidies op elektriciteit en gas. De spreiding. Dat is ook wat gevraagd wordt en wat ook onderhandeld wordt. Dat we niet in één keer de subsidie afbouwen. Is dat 23 jaar, 24 jaar als scheef gaat, kan je niet in 3 jaar rechttrekken. Maar wat je doet is, je start ermee. We maken ons geen illusies dat we dit alles, dat we die herstructurering, ombouwen van die plantage-economie in 3 jaar gaan kunnen doen. Het is een structureel probleem dat veel meer vereist dan alleen maar IMF-maatregelen. Het vereist ook inspanningen van de verschillende overheden die gaan komen met betrekking tot institutionele versterking. We moeten veel gaan doen aan onderwijs, aan educatie. Dat zijn lange termijn zaken die we niet in 3 jaar gaan doen. Maar in elk geval willen we de eerste stappen met een partner die wat ervaring heeft daarin zetten. En daarna moeten wij verder. Maar dan hebben we in elk geval het kader gebouwd waarbinnen we verder kunnen. Met betrekking tot BTW 5% op alles. Ik ben niet echt een BTW-deskundige. Maar in elk geval is dat ook een voorstel geweest toen. Ik weet niet wat gaandeweg allemaal is afgesproken of is gewijzigd. Maar het is in elk geval ook een voorstel dat door deskundigen op tafel is gelegd. Waarom niet een flat rate en dan target je iedereen. Je zou dan meer kunnen binnenhalen dan wanneer je een hoge rate hebt en je hebt ontduikers en allerlei lijsten met nul tarieven en exemptions. Die discussies zijn gevoerd. Ik ben niet echt betrokken geweest bij die technische discussies. Maar ik wil alleen maar aangeven dat dat ook is voorgesteld toen. En dan was er een vraag over onroerend goedbelasting. Er is een lijst aan wat we noemen contingentiemaatregelen. Dus maatregelen die de overheid nu doorvoert. Als die niet de gewenste resultaat mochten opleveren, heb je een serie aan contingentiemaatregelen. En ik zag op die lijst ook onroerend goedbelasting. Het zal natuurlijk veel voet in de aarde kosten. Je weet dat dit soort zaken ook nog altijd een politieke kant hebben. We zien dat al gebeuren bij de discussies over grondconversie en over het verhogen van kanongelden. Volgens mij is dat wel, ja, dat is wel doorgevoerd. Maar conversie is al een discussie om dat heeft gemaakt dat we vaker hebben gemerkt dat in de assemblee het op de rol staat voor behandeling en dan niet doorgaat. Dus dat zou ik willen meegeven. En dan, ik heb anticorruptie al behandeld. Ja, dat was het denk ik. Was er nog één? Of? Niet? Voorlichting. Oh, voorlichting, ja. Ik deel dezelfde mening. Ik denk dat het geen verwijt is, maar de realiteit. Dat het enorm schort aan voorlichting en aan informatie naar die samenleving toe. Waardoor natuurlijk dat onbegrip niet weggehaald wordt. Mensen voelen de pijn, krijgen de klappen, vragen zich af van waar komt het? Doe ik iets fout? Ik denk dat ik alles goed doe. Ik verzorg mijn kinderen. Ik zorg voor. Dus die voorlichting schort. Schort. Yes. Dat is het? Niets meer? Oké. Okay. Nou, dan zijn we dan aan het einde gekomen van onze discussieronde. Ik had een vraag naar waarom het aangezien het sociale maatregelen die de overheid in place had, vond men toen bij het instellen van het sociaal herstelprogramma voldoende en het burgerprogramma is afgezet aangezien het belangrijk. Zou je er genoegen mee kunnen nemen als we deze vraag straks in het informeel gedeelte verder behandelen? Ik kan erop ingaan. Dank u wel. Mevrouw Sobisa, even erop ingaan. Ja. Kijk, ik weet niet in welke mate alle programma's zijn gescreend. Ik ken het
programma waarover ik heb het van gehoord, maar ik was er niet bij, dus ik kan er niet over zeggen. Maar ik denk dat er een aantal programma's, wanneer ze uitrollen, wel technische bijstand krijgen. Omdat het veelal ook soms gekoppeld is aan leningen van een IDB of noem maar op. Dus je krijgt dat. Wat ik altijd adviseer is altijd om een local expert te zetten. Dus iemand van je eigen land. Precies zoals bij het IMF-programma meneer Eckhorst erbij is. Omdat die wel die feeling hebben en die touch met het land om die zaken te bekijken. Zet je alleen externe deskundigen van het buitenland, dan krijg je meestal misschien een mismatch. Dus inderdaad, de laatste tijd help ik wel vaker, omdat je toch wel denkt, geef toch maar het technisch advies. Maar het is soms zo moeilijk om met je technisch advies tussen het hele politieke mee te gaan. Waardoor denk ik ook veel mensen die er zijn, dat niet willen. Dus als ik zit bij de universiteit en wij leveren altijd een bijdrage als het wordt gevraagd. Maar je gaat geen bijdrage leveren als je ziet dat je onderdeel wordt van een propaganda die je niet wenst. Dus dat is gewoon de realiteit. Maar ik zou niet weten waarom het project is uitgesloten. Het kan zijn dat misschien de financierder er niet mee is doorgegaan, noem maar op. Het kunnen tal van redenen zijn, ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar ik werk wel dat de laatste tijd toch wel vaker ook local mensen worden aangetrokken. En dat wij wel vaker als universiteit worden gevraagd. Als ik dat mag toevoegen. Okay. Dank u wel. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van onze discussieronde. Ik wil de inleider en de paneleden heel hartelijk bedanken voor de bijdrage. Ook de aanwezigen in de zaal, dank u wel voor uw vragen. En de kijkers thuis, dank u ook voor uw vragen. Dan heb ik nog één laatste mededeling. En dat is dat onze eerstvolgende discussieavond zal worden gehouden op vrijdag 4 augustus 2023. Met als thema jongeren in de politiek, wat willen ze? En de inleider zal zijn Ferrel Kruin. En de paneleden zijn Emmanuel Scheek en Danique van Vaarseveld. We vangen aan om 7:00 en de locatie is zoals altijd Groenjari. Dan zijn we nu gekomen aan het einde van deze avond. Ik wil de Apinticuren ook heel hartelijk bedanken voor het wederom mogelijk maken van deze live uitzending van onze discussieavond. Rest mij nog om u verder een genoeglijke avond toe te wensen. En wij zien u dan de volgende keer. Goedenavond.